Wow, we zitten weer in de studio. Yeah, man. Hoe lang is dit geleden? Veel te lang geleden. Ik heb het niet geteld. Voor informatie, wij hebben de afgelopen tijd wat parallelle opnames gedaan. Mede door agendawerk, maar ook een tijdje door corona. En de laatste keer dat wij met z'n tweeën in de studio zagen, waren we ook echt met z'n tweeën. Dus jij bent de eerste gast die we weer met z'n tweeën interviewen. En ik heb hier echt naar uitgekeken. Dus, ja, en we zitten weer samen. En we zitten eigenlijk twee keer samen. Want nu wij zitten samen op te nemen, maar Govert, welkom terug in de studio. Ja, dankjewel. Die is ook voor de tweede keer, ja? Ja, dat is een tijd geleden. Ik weet niet meer precies... Wat zal je leven veranderd zijn na die eerste opname? Nooit meer hetzelfde. Dat is natuurlijk het mooie überhaupt met het leven. Dat elke gebeurtenis brengt een verandering teweeg. Maar je weet nooit hoe het geweest was zonder die gebeurtenis. Dus misschien is elke gebeurtenis wel leuk. Heel bepalend. Ben je in meer podcasts geweest ondertussen? Is het een... Word je vaker gevraagd? Ja, ik ben in een andere podcast geweest. Dat is die podcast van Hans Zimmerman. Zimmerman in Space. Die is heel populair onder sterrenkundeliefhebbers. Ik kan me voorstellen. Die doet elke week een podcast over een actueel sterrenkundig thema. Oh ja. Hele bijzondere stijl heeft hij ook wel. En dat is wel grappig, want ik kende hem... hij is een aantal jaren jonger dan ik. Maar ik kende hem uit de tijd dat ik... Toen ik zelf 20 was of zoiets, of 22, zat ik in het bestuur in de kampgroep van een jongerenwerkgroep voor sterrenkunde in Nederland. En wij deden zomerkampen met jonge sterrenkunde amateurtjes. Oh. En hij was een van die kampdeelnemers. Dus hij wist het natuurlijk nog wel. Ik niet meer helemaal. Maar, gaaf. Dus we kennen elkaar eigenlijk al heel lang. Mooi. Mooi. Maar verder niet zo heel vaak, nee. Nee. En wat is er sterrenkundig veranderd in al die tijd? In welke al die tijd? Ja. In die paar jaar? In die 3 jaar. In deze hoeveel lichtjaren waren dit dat jij de laatste podcast hebt gehad? Ja, nou, ik denk dat het belangrijkste wat veranderd is dat er veel meer aandacht in de sterrenkunde is gekomen voor verschijnselen die maar heel kort duren, heel onverwacht optreden, allerlei snelle veranderingen in de kosmos. We hebben eeuwenlang gedacht dat dat universum, dat is iets van statig en traag en sloom. En alles is bestendig en daar verandert niet zoveel. Ja. En af en toe was er eens een supernova-explosie of een komeet, maar had je het wel zo'n beetje. Maar nu met al die grote telescopen die de hele kosmos in de gaten houden, zie je dat het knippert en flitst en flikkert overal waar je maar kijkt. Wow. Met röntgentelescopen, radioschotels, optische telescopen. Dus er zijn allerlei verschijnselen waarvan een heleboel nog onbekend is. Heel veel de afgelopen jaren is daar nieuw aan ontdekt. En dat probeert iedereen nu natuurlijk te pakken te krijgen. Ja. Wat ik me dan heel erg afvraag is... Ik las laatst een keertje dat de geschiedenis van... of de geneeskundige kennis over bijvoorbeeld hoe het hersenstelsel werkt. Mm-hmm. En ik geloof dat Dick Swaap dat zelfs nog zei. Mm-hmm. Dat wat de afgelopen 20 jaar dan was bedacht... dat is in de afgelopen 10 jaar eigenlijk gewoon compleet overhoop gehaald. En geldt eigenlijk niet meer. En zijn dat ook een beetje de ontdekkingen in het universum en het stelsel? Ik zou het niet zo sterk willen stellen. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat de kennis van 10 of 20 jaar geleden niet meer geldt. Maar er is wel een enorme, bijna exponentiële groei. Dat woord mag ik nu gebruiken, want iedereen weet nu wat het betekent. Ja, ja. En in onze kennis en ons begrip van het heelal. Dus er is enorm veel verdieping gekomen en heel veel bijgekomen. Maar ik denk dat in de grote lijnen dat het beeld van het heelal, zoals we dat een jaartje of 20, 30, 40 geleden hadden, dat klopt nog steeds in grote lijnen. En die verandering waar je het over hebt, als je dat kijkt naar hersenonderzoek en wat Dick Swaap dan blijkbaar verteld heeft, dat heeft in de sterrenkunde misschien plaatsgevonden zo'n beetje in de jaren 60 en 70. Toen waren er heel veel grote ontwikkelingen die compleet nieuwe denkbeelden op de kaart zetten. En daarna is het toch meer gebleken van, we willen daar een vinger achter krijgen. We willen er meer van te weten komen. Dat lukt ook met betere apparatuur en betere technologie. Dat levert ook weer nieuwe vraagstukken en nieuwe problemen en nieuwe raadsels op. Maar er is niet echt sprake van een hele grote omwenteling. Mm. En dat lijkt me wel heel gaaf als dat weer eens een keer komt. Want dan wordt het wel spannend natuurlijk. En als we dan gaan we gelijk over de spiritualiteit in. Als we de spirituele geesten van deze tijd mogen geloven, zitten we in een transitie van bewustzijn. En ik hoor best wel vaak dat men dan zegt, ja, en de frequentie van de aarde is ook hoger aan het trillen en het magnetische veld verandert en al dat soort dingen. Maar nu vraag ik het nu maar even aan de wetenschapper. Is dat zo? De frequentie van de aarde, dat is een term waar ik geen flauw idee van heb wat je daarmee bedoelt. Ja. Over het magnetisch veld van de aarde, dat is een ander verhaal, dat is aan het veranderen. Dat verandert al
honderden miljoenen jaren. Mm. En je kunt in de geologie terugvinden dat het magnetisch veld soms een andere oriëntatie heeft. Dat het soms helemaal geflipt is. Noord- en Zuidpool magnetisch zijn in het verleden vaak omgewisseld geweest. De sterkte is niet altijd constant. En dat zie je nu ook. En op dit moment kunnen we dat veel beter meten natuurlijk dan in het verleden. Dus het lijkt misschien alsof er nu iets nieuws is. Maar we hebben er nu alleen beter zicht op. Maar je ziet dat de magnetische Noordpool bijvoorbeeld is op dit moment betrekkelijk rap in de richting van Rusland aan het bewegen. Ja. De sterkte van het magnetisch veld van de aarde is aan het afnemen. Over een tijdje neemt het misschien weer toe. We weten niet precies wat daar binnen in die aarde allemaal gebeurt. Ja. Dus daar is wel veel mee aan de hand. Maar ik zie niet direct een relatie met spiritualiteit daar. Nee. Als je het over magnetisme hebt, want dat is toch gewoon iets wat je kunt meten en wat interessant is en wat je probeert te begrijpen. Hm. Ja. Wat zijn consequenties? Want ik heb wel eens op het internet gelezen over het switchen van het magnetisch veld. Stel dat ding dat switcht. Hoe snel duurt zo? Hoe snel gaat dat? Kan dat binnen een dag zijn? Duurt dat jaren? Uh-huh. En wat merk je als bewoner van een planeet op het moment dat zoiets gebeurt? Ja. Nou, die magnetische ompoling, zoals dat dan heet, een magnetic flip, of die switch, dat is dus in het verleden vaak gebeurd. Dat kun je zien in de geologie, maar je kunt daar niet makkelijk in traceren hoe snel dat is gegaan. Okay. Geologisch gezien heel snel, maar dan een geoloog vindt 100.000 jaar. Ik wou net zeggen, dan kan het nog heel lang duren. Dus het idee is dat dat toch een proces is wat op zijn minst vele duizenden jaren in beslag zou nemen. Mm-hmm. Maar dat weet eigenlijk niemand zeker. Wat wel bekend is, is als er zo'n ompoling plaatsvindt, komt het door bewegingen van gesmolten metalen in de kern van de aarde. Mm-hmm. Ja, dat gaat natuurlijk om enorme massa's. Dat kan bijna niet in één dag zich helemaal in een nieuwe configuratie. Nee. Maar het betekent wel dat er daartussendoor een hele rommelige periode is waarin dat magnetisch veld misschien niet echt een richting heeft of heel zwak is. Of, mm-hmm. Dus ik denk dat als dat zou gaan gebeuren, en er zijn geen concrete aanwijzingen dat dat op het punt staat te gebeuren, maar je weet het niet. Mm-hmm. Als het zou gaan gebeuren, dan gaan we een periode toe van zeker eeuwen en misschien wel een paar duizend jaar waarin de aarde niet echt een sterk magneetveld heeft. Ja. Vroeger zou dat een probleem zijn geweest voor de scheepvaart. Nu hebben we GPS, dus maakt niet zoveel meer uit. Ja, dus je merkt er niet zoveel van. Maar er is wel een gevolg op de lange termijn. Want het magnetisch veld van de aarde beschermt ons wel tegen energierijke deeltjes uit de kosmos. Die worden beter tegengehouden door het magneetveld. Als het magneetveld niet is, komt die kosmische straling, mm-hmm. die komt ongefilterd en ongehinderd in de dampkring op aarde terecht. En dat zou ertoe kunnen leiden dat er hier een grotere stralingsachtergrond is. Dus op termijn zou het kunnen betekenen dat wat je nu hebt, als je de hele tijd in een hoogvliegend vliegtuig vliegt, heb je meer kans op huidkanker of andere soorten van kanker. Want je hebt de bescherming van de dampkring niet meer. Die beschermt ons ook. Dat effect wat stewardessen en piloten hebben, dat geldt dan misschien voor de hele wereldbevolking. Dus dat zou wel een gevolg kunnen hebben. Ja, dus dat zou betekenen dat je misschien met betere UV-bescherming naar buiten zou moeten. Of is dit niet iets wat daar beschermt het niet tegen? Je kan er eigenlijk niet tegen beschermen. Ja, binnen blijven en onder een binnen een lode constructie. Ja, precies. Ja. Oké, helder. En dit magnetisch veld is ook betrokken toch bij de bescherming tegen bijvoorbeeld solar flares en dat soort dingen. Daar heeft het een rol in? Precies hetzelfde. Die zonnevlammen, dat zijn ook elektrisch geladen deeltjes. En die komen dan niet uit de diepe kosmos, maar die komen van de zon. Mm-hmm. En die worden ook door het magnetisch veld van de aarde afgebogen en afgeschermd. En soms dringen ze daar gewoon in door. Yeah. En dat soort zonsuitbarsten komt ook af en toe voor. Die kunnen ook gevolgen hebben op aarde. Maar ja, als de aarde geen magneetveld heeft, zijn ook zwakkere uitbarsting op de zon hebben dan schadelijke gevolgen. Ja, en ik begreep dat de consequentie voor ons als beschaving dan met name de impact die het heeft op technologie. Ja joh, heel erg. Want we zijn enorm afhankelijk van elektronica en van datatransmissie en van radioverbindingen. En al die dingen worden verstoord door zonsuitbarstingen. Ja. Dus ze zijn als satellieten onklaar geraakt. Gebeurt niet zo vaak, maar dat kan af en toe. Kan, ja. Omdat zo'n deeltje van zo'n zonuitbarsting die verandert één bitje in een chip van de elektronica. Ja. Ja, je kan er niet meer bij om het even te repareren. En op aarde heeft het tot gevolg gehad dat er ontstaan door die deeltjes in de dampkring ontstaan er zogeheten inductiestromen op aarde, in pijpleidingen, in kabels. Kan kortsluiting ontstaan, elektriciteitscentrales die uitvallen. Is allemaal gebeurd, gaat ook vast wel weer eens een keer gebeuren. En dat is onzichtbare trilling, als het ware. Het is geen trilling, het zijn elektrisch geladen deeltjes, die dus elektronen, atoomkernen, die worden door de zon naar buiten geblazen. Mm-hmm. En omdat ze een elektrische lading hebben,
worden ze ook beïnvloed door het aardse magneetveld en komen ze langs de magnetische veldlijnen de damkring in. Oké, en wij kunnen dan gewoon buiten rondlopen en dan gaan ze langs ons heen, daar merken wij niks van. Ze zijn er nu ook, ja. Maar niet zoveel en ze zijn niet zo schadelijk. Ja, maar een kabel onder de grond kan daarvan in de war raken? Ja, dat klinkt raar, hè? Maar dat komt omdat als er een heleboel van die deeltjes in dezelfde richting door die magnetische veldlijnen, in dezelfde richting door de damkring bewegen. Nou, een bewegend elektron, weet je misschien nog van de middelbare school natuurkunde, betekent een elektrische stroom. Ja. Dus als er een heleboel elektronen in een bepaalde richting bewegen, is daar een stroom aanwezig. En we weten ook dat als ik hier voor mijn neus een klein koperdraadje heb en ik heb daarna iets waardoor een hele sterke stroom loopt, dan wordt er in het koperdraadje een inductiestroom opgewekt. Ja. En dat krijg je met lange, gaat alleen over grote afstanden, dus met pijpleidingen, ja, met grote kabelnetwerken, die kunnen allemaal daardoor beïnvloed worden. Dan krijg je die inductiestromen, die kunnen heel sterk zijn, krijg je kortsluiting. Dat gebeurt af en toe. Er staat mij iets bij van een zwart-wit foto uit de jaren 1900... waarbij telegraaflijnen tijdens een solar max volgens mij ik weet niet of het een foto was, maar in 1859, zeg ik even uit mijn hoofd, kan ook 1851 geweest zijn, is de sterkste zonsuitbarsting geweest die wij hebben geregistreerd. En dat registreren we natuurlijk pas sinds een tijdje. Hè. Vroeger waren ze misschien ook en hebben we het nooit gezien. Maar midden 19e eeuw gebeurde dat. Hele krachtige uitbarsting op de zon. En het hele telegraafverkeer in Europa en in de Verenigde Staten lag compleet plat. Ja. Dus is kortsluiting geweest in telegraafhokjes. Er zijn mensen die zijn bijna geëlektrocuteerd door stromen. Wow. Er was poollicht zichtbaar. Dat ontstaat door die geladen deeltjes. Ja, ja. Poollicht. Normaal alleen in de buurt van de magnetische polen. Maar tot in de tropen. Dus dat was een hele grote uitbarsting. En ja, het is niet om iemand bang te maken, maar een paar jaar geleden heeft het Engelse weekblad New Scientist is bij allerlei deskundigen gaan navragen. Stel nou, we weten aardig wat van die uitbarsting van toen. Stel nou dat die uitbarsting van midden 19e eeuw, dat die nu zou plaatsvinden. Wat dan? Nou, dat verhaal wil je liever niet lezen. Fuck beyond belief, denk ik. Ja, dat is gewoon rampenfilm 2.0. Ja. En met gevolgen veel groter natuurlijk. Omdat, ja, moet je nagaan dat het hele stroomnet uitvalt. Ja. Want dat kan dan, hè? Ja. En dan denk je, ja, oké. Dan steek je een kaars aan of zo. Maar na een tijdje heb je weer brandstof nodig. Dus je moet gaan tanken. Na een tijdje zijn alle tankstations leeg. Die hebben misschien wel generator, maar er moet vrachtverkeer komen om dat weer aan te vullen. Hey, de hele maatschappij dondert in elkaar. Dat is in Texas gebeurd, toch? Afgelopen jaar. Sneeuwstormen. Ja, dat stroomnet brownouts dat ze hadden, omdat er te veel vraag een belasting op het stroomnet was. Ja, nee. Duidelijk verhaal. Ik heb een overstroming meegemaakt 2 jaar geleden in het zuiden des lands. Hadden we rolgordijnen voor het huis. Ja. Maar dat was kortsluiting. Ja, ja. Dan wil je rolgordijnen niet omhoog. Ja. Stel je voor, er breekt brand uit in je huis. Ja. Ben je weg. Ja. En, dit vind ik nog de engste. En ik weet niet of je dit weet, maar wisten jullie dat? Alle software die zeg maar het monetaire systeem runt. Ja, dus al die transacties en dat soort dingen. Dat er in de diepste krochten van die architectuur, dat nog draait op oude Linux systemen met shell scripts. Ja, ja. Dat is architectuur die denk ik ook niet altijd bestand is tegen een search zoals jij omschrijft. Wat ik denk nog het engste zou vinden is dat zo'n piek, het sloopt niet alleen je lijnen, maar het wist misschien ook informatie uit. Dus ja, moet je voorstellen dat die harddisk waar jouw saldo op staat, dat die gewoon weg is. Ja. Snap je? Dan heb je opeens niks meer. Dan is niks. Alles is, dat kan heel bevrijdend zijn misschien voor sommige mensen, maar ik denk dat er ook wel wat chaos zal volgen. Ik denk er wel eens over na dat als zoiets zou gebeuren, want als ik zie wat de ontwikkeling is van de wereld, is dat we alles wordt technologischer, alles wordt strikter, alles wordt. En dat is een natuurlijk verschijnsel. En ik zie dat ook. Dat is gewoon de ontwikkeling daarvan. Ik denk, soms dan fantaseer ik wel eens over een punt, dan zie ik een beetje zo'n toekomst waarbij alles helemaal digitaal is. Ja. Waar we eigenlijk een beetje afhankelijk worden. Dus, hè, zijn we nu al eigenlijk in dat. Maar dan nog een tandje erger. En op een gegeven moment dan komt er toch een keertje zo'n zonnestraal. En dan denk ik, gaat dat uit. En dan ontdekken we in één keer weer wat het is om mens te zijn. Weet je wel? Ik hoop het. Dat lijkt me echt heel bevrijdend. Dat je nog de mogelijkheid hebt om die ontdekking nog te doen. Nee, ik hoop het echt maar, niet. Maar het is wel waar. En we zijn natuurlijk enorm afhankelijk van technologie. En dat maakt ons vreselijk kwetsbaar. En het is dus ook mooi om je dat te realiseren. En je af en toe eens af te vragen, inderdaad, van stel dat dat gebeurt. Kan ik mezelf nog redden? Ja. En hoe dan? Nou, dat bedoel ik, want ik moet erom lachen. Zo van, dan hoop ik dat als hier straks de stroom eruit gaat, dat we allemaal weer even lekker mens kunnen zijn. Weet je hoe dat eruit ziet? Ja, niet zo dat is best. Niet zo fraai. Nee, is niet fraai. Weet je wat ik voor kerst heb gevraagd? Een cursus gans slachten. Want ik woon in een weiland waar heel veel ganzen zijn. En
ik dacht van ja, ik kan gewoon niet mijn eigen eten charteren als het moet. Oh man. Ja. Dus ik ga binnenkort... Je gaat de volgende stap in je prepper carrière maken. Ik ga leren hoe ik een gans moet slachten. Sowieso vind ik het tof, want ik vind het volkomen... Ik zou zelf ook wel eens een keer zoiets willen doen. Want ik heb zelf nog nooit voor mijn vlees iets dergelijks gedaan. Dus dat alleen al geeft je een sense of realism over waar je voedsel vandaan komt. Dus dat vind ik er heel goed aan. Ja. Dus, en inderdaad, dan kan je zelf dus een gansje mee pikken van de buurman, toch? Ja, we hadden er toch 12, weet je wel. Ik word ochtends wakker van de jagers die die beesten aflopen te knallen, omdat ze het hele land kapot eten. Dus nobody cares, weet je wel. En een bijdrage leveren. Ja, die veren kan ik weer een tooi van maken, weet je. Oh. Nee, maar, nee, maar alle gekheid, waar was het ook alweer? Ik geloof New Orleans, waar we toen zo'n ontzettende orkaan hebben gehad. En toen werden mensen even zonder stroom aan hun lot overgelaten. Ja, worden meteen beesten, hè? Dat is het. Dat is het. Dus, ja. dus ik zou liever zien dat we dat geleidelijk aan afbouwen, omdat we zelf bewust zijn geworden van het idee dat het niet zo'n goed plan is om je zo te verweven met technologie. Ja. Maar ik merk die hang naar meer eenvoud, merk ik bij mezelf ook wel. Terwijl ik echt een techno-optimist ben. En eigenlijk ook vroeger wel transhumanistische... gedachten zat ze van, ja, als je toch een chip zou kunnen nemen... zoals de neural link van Elon. Waarom niet, man? Google in je hoofd. Naarmate ik ouder word, begin ik daar wel conservatiever in te worden merken. Want ik denk niet dat het gezond is voor je. Ja. Snap je? Het zal wel voordelen hebben, maar ik denk niet dat het... voor je mentale welzijn... Ik weet niet of je gelukspunten ervan omhoog gaan als je zoiets doet. Ja. Dus dat is interessant. Hey, nog één vraag trouwens over dat magnetisch veld. En dan laten we dan fijn doorgaan ook naar jouw nieuwe boek. Olifant in het universum. Nog even over dat magnetische veld en solar maxes in relatie tot temperatuur. Climate change is een ding. Mm-hmm. Zie een boel, ook daar, net zoals met COVID, zie je daar een boel verschillende meningen ineens over naar boven komen. En een van de meningen die ik ook nog wel eens zie terugkomen, dat is niet zozeer climate change denial, maar dan wel de oorzaak elders neerleggen en dan vaak richting de zon, het magnetisch veld en solar maxis, omdat daar ook een stijgende lijn in lijkt te zitten die de temperatuurstijging van de aarde zou kunnen verklaren, potentieel. Ja. En misschien nog wel sterker als CO2-uitstoot. Als... astronoom, hoe kijk jij naar die theorie en zitten daar valide punten in? Nou, om te beginnen, even voor alle duidelijkheid. Ik ben zelf geen astronoom-onderzoeker. Dus ik sta een beetje ook aan de zijlijn en ik weet wat er in de sterrenkunde daarover wordt onderzocht en bedacht. Maar dus ik praat niet vanuit eigen kundigheid. Oké, helder. Ja. Maar het is wel zo dat, als je nou kijkt naar 20, 30 jaar geleden, was er... Vooral onder de sterrenkundigen was er heel erg dat idee... jongens, met die klimaatverandering... sowieso net als de geologen zeggen... astronomen natuurlijk ook, de aarde... het aardsklimaat is altijd al aan het veranderen geweest. Er bestaat niet een soort basisklimaat wat goed is. En dat is ook zo. Maar er werd bij de sterrenkunde ook heel erg de nadruk op gelegd... ja, maar we snappen niet eens hoe de zon werkt. En dat er een invloed moet zijn, dat is duidelijk. Ja. En dus laten we eerst eens kijken of het niet daardoor komt. En... er is één beroemde Nederlandse sterrenkundige. Hij is afgelopen voorjaar op 100-jarige leeftijd overleden. Kees de Jager. Hele grote bekende zonnefysicus. Die ik al bijna mijn hele leven redelijk goed ken. Mm-hmm. En die was daar ook heel erg mee bezig. En die is daar heel erg ingedoken. En die heeft toch uiteindelijk, ook al op hoge leeftijd, heeft hij gezegd... ja, het klopt niet. Het gaat nu veel te hard. Ik kan niet door de zon komen. Okay, duidelijk. En eigenlijk is binnen de wetenschap is het nu wel zo dat... we weten nog steeds niet hoe precies die invloed van de zon is. We kunnen dus de gedrag van de zon niet goed voorspellen. Die activiteit van de zon die is niet de hele tijd constant. Er is een bepaalde invloed, maar dat valt in het echt wel in het niet bij de enorme toename in de wereldtemperatuur. Onvoldoende om te verklaren wat we zien. Oké, dat is dan een duidelijk En het val. Enge daarvan is dat als de zon daar ook een rol in zou spelen... of eventueel de zon zou eventueel misschien ook zelfs voor een afkoeling kunnen zorgen of zo, dat je niet goed in de peiling hebt wat de menselijke invloed is. Wat nou wat doet? Je zou het ook goed, verkeerd kunnen beoordelen. Dus dat is heel moeilijk om dat goed... Ja, in dat kader zag ik laatst ergens een oplossing voorbij komen voor climate change. Small nuclear war zou een goede oplossing zijn, want nucleaire winter. Dus dan heb je wat meer materie in de atmosfeer en dan blokkeren we de zonnestralen, zeg maar. Aan de andere kant... het is wel zo dat op termijn gaat de zon doet ons allemaal de das om. Al sinds die is ontstaan is de zon in de loop van de miljarden jaren langzaam maar zeker heter en helderder en krachtiger geworden. Zoals alle sterren dat doen. En dat gaat de komende honderden miljoenen jaren ook door. Ja. En je kunt heel simpel uitrekenen dat over pak een beetje zo'n 800 miljoen jaar begint de aarde droog te koken.
dan is de zon zo fel geworden dat de oceanen beginnen te verdampen. Dan is er echt geen leven meer mogelijk. Is dat ook het punt waarop die begint te groeien? Nee, dat is nog pas veel later. Dat is veel dus later. Er wordt heel vaak gedacht van, goh, wat moeten we doen? Want over 4 miljard jaar komt de zon aan het eind van zijn leven. Ja, maar dan zijn we er al lang niet meer. Want al lang voor die tijd, over minder dan 1 miljard jaar, 800 miljoen jaren, dan begint die zon zo... Is die zon inmiddels zo fel aan het stralen dat er geen water op aarde meer is? Ja, ik snap het. En terwijl mijn grootste angst eigenlijk was van als de zon uitgaat, dan hij gaat er geen uit. Leven op aarde. Maar is het niet? Dus hij wordt eerst heter en dan gaat hij imploderen, toch? Hij wordt heter. Uiteindelijk begint hij echt te groeien. Is een kans dat zeker de binnenste planeten, Mercurius en Venus, gaan dan ooit opgeslokt worden door de zon. Zo groot gaat die zon worden. Wow. De aarde ontspringt die dans waarschijnlijk net. Maar dat weten we ook niet precies. Maar dan, dat is echt verre toekomst. En pas als dat allemaal gebeurd is, dan begint hij in te krimpen en af te koelen. Ja. Maar voorlopig gebeurt er niks met die zon. Want sterren zijn hele simpele dingen. Die doen gewoon wat ze moeten doen. Ja. Heel goed voorspelbaar. Ja, op kleine schaal natuurlijk niet. Hè. Die activiteitscycli, snappen we niet goed. Maar het is niet zo dat de zon volgende week opeens ophoudt met schijnen. Ja. Of opeens explodeert of zo. Maar is dat nog steeds, geldt nu nog steeds, want dat is een beetje de Big Bang Theory, dat sterren uitdoofde en implodeerde en al die gassen verspreiden. Tenminste, dat heb ik wel. Dat is het engste. Neil deGrasse Tyson heb ik. Als het gevaar om sterren is volgens mij een supernova in de buurt of jou. Daar kan je wel echt last van hebben, geloof ik. Maar dat geldt dus eventjes niet voor de zon, zeg maar. De zon is te klein om een supernova te worden. Hij gaat uiteindelijk wel een heleboel materiaal de ruimte inblazen, maar het wordt niet echt zo'n explosie. Hmm. Daar is hij te klein en te licht voor. Het is een sterrenkundigen noemen de zon een dwergster. Bizar. Hij is gewoon niet zo heel. Ja, je hebt de filmpjes vast wel eens gezien, toch? Van aarde en dan onze zon. En dan zetten ze hem naast. Ik geloof, het is Betelgeuse of zo. Ja, precies, ja, die is lijkt 26 keer zo groot. Dan denk je, ja. Oké. Okay. Wow, ja. Nou, dan kan je beter hier een wereldreis maken. Ja. Ja. Maar het is toch waar dat. Er zijn een paar YouTube-kanalen die ik volg. En één daarvan, ik kan iedereen aanbevelen als het gaat om cosmic horror, is Koerts Gezaakt. En Koerts Gezaakt, maar korte filmpjes. En dan vertellen ze allerlei dingen over dus zo ook supernova. Ja. En ik geloof dat een van de dingen die zij vertelde was van ja, als je nou echt cosmic dread wil ervaren, dan is een van de risico's die je wel echt hebt. Ja, supernova. Is dat een in de buurt liggende ster explodeert en dat die straling dan over je planeet heen spoelt. Ja. Want dan ben je wel ernstig het bokje. Dat klopt. Maar gelukkig weten we ook, we kennen precies de sterren in de buurt van de zon. Er zit er geen één bij die in de komende paar honderd miljoen jaar een supernova-explosie gaat ondergaan. Dus geen dan hadden ze nog een ander voor je. Cosmic Rays, geloof ik. Die zo willekeurig ineens uit de zwart gaat konden schieten. Ja, nee, ik snap het helemaal. Onzin. Meteorietinslag. Er zijn enge dingen. Maar dat is leuk, hè. Er zijn al die rampenverhalen van wat kan de kosmos allemaal voor effect, schadelijke effect hebben op de aarde. Maar het is gewoon niet zo eerlijk om daar zoveel aandacht aan te besteden. Want we zijn het zelf voor onszelf aan het verpesten hier. Dat is een verschrikkelijk veel groter probleem. Je kan allemaal wel zeggen, ja, de kosmos kan een meteoriet en een komeet en een supernova. En dat slaat nergens op als je op dit moment zelf je eigen leefwereld aan het vernachelen bent. Nee. Nou, wat ik daar schrijnend aan vind is, en ik weet niet of we het daar met jou nou ook al over hadden gehad, of dat met André Kuipers was, maar wat ik zo typisch vind aan ons mensen is dat we bijna de deur hebben dichtgetrokken naar de ruimte voor onszelf, omdat we zo ontzettend veel teringzooi op onze planeet hebben schieten. Ja. Waardoor we eigenlijk niks meer de ruimte straks in kunnen helpen. Dat een oprecht risico is. Ja. Dat er clubs aan het nadenken zijn over hoe we dat uit de ruimte kunnen halen. Maar ja, het is moeilijk als dingen met 50.000 kilometer per uur langs je heen zeilen. Dat kan je het ook niet is zomaar. Helemaal moeilijk als, zoals 2 weken geleden, als de Russen een anti-satelliet test uit willen voeren op een oude eigen Russische satelliet die het niet meer doet. En je hebt 20.000 extra brokstukken. Is het niet zo dat het ISS moest schuilen moest in hun shuttles, omdat die brokstukken getrackt werden richting het ISS? Dus eigenlijk gewoon een aanval richting het ISS. Oh, waar ook Russen aan boord zaten. Wat niet zo snug is. Dus was een heel raar verhaal. Maar nee, dat ruimtepuin is een groot probleem voor de ruimtevaart. Nee, ja, ik snap het. Nou ja, goed. Kijk, ik heb wel ooit een keer een podcast geluisterd van Neil deGrasse Tyson. En die zei, nou ja, laten we eerst de shit hier op deze planeet proberen op te lossen. Dus Mars koloniseren. Laten we het eerst hier op orde krijgen. Met één uitzondering, asteroïden. Dus laten we wel iets van resources investeren om te onderzoeken hoe we potentiële ruimteobjecten kunnen laten een graad laten afwijken. Om hun koers te laten veranderen als ze richting aarde komen. Gebeurt ook. Hè? Er is kort geleden een Amerikaanse satelliet gelanceerd. Die gaat uittesten wat het effect is als je
met een harde knal op zo'n klein kosmisch rotsblok knalt. Hoe ver kun je die uit zijn koers bewegen? En misschien zullen we dat in de toekomst een keer nodig hebben. Mm. En als je die technologie dan hebt, ben je verschrikkelijk blij. Als je hem niet hebt, dan baal je heel erg dat je daar niet in hebt geïnvesteerd. Ja. Dus het is heel verstandig om dat te doen. Ik moet meteen nu denken, wat we hadden het net over je eigen leefwereld verpesten. Dus toen dit in het nieuws was, waren er ook een heleboel mensen, ook op Twitter bij mij, die begonnen van, oh, maar dit vind ik heel enge ontwikkeling, want we zijn het evenwicht van de kosmos aan het verstoren als we zo'n brokstuk een zetje geven. En dat vind ik, is echt een... Nee, maar dat is echt een onzinnige redenatie, want ik heb vaak geprobeerd uit te leggen, dat is echt hetzelfde als dat je een bergwandeling maakt, je trapt tegen een kiezelsteentje, dan verander je ook de geologie van de aarde niet mee. Nee. Als dat je zorg is, moet je jezelf nu van kant maken, want dan is alles wat je doet, verstoort de balans van de kosmos. Dus ik vind het een boeiend onderwerp. Het is goed dat het gebeurt. En je hoopt niet dat het nodig is. Voorlopig ziet het er niet naar uit. Maar het zou in de toekomst kunnen dat we toch een keer zo'n ding ontdekken wat op Europa afstevend. Ja. En dan ben je heel erg blij dat je hem tikje uit koers kan... Ik geloof dat ze ook naar lasers kijken, ook al om iets soortgelijks te doen. Want lasers kunnen ook een bepaalde massa genereren. Dus door een laser op te richten kun je hem ook al. Dus nee, ik snap het. En we hebben Bruce Willis. Ja, precies. Ja, hij staat weer op Armageddon. Op Netflix. Mee. Deep Impact was weer te kijken. Ja, het is wel echt een van mijn nachtmerrie scenario's trouwens. Dat zo'n stuk... Ik heb dat oprecht eens een keer zitten googlen. Wat het risico is... Hier in Europa, in Nederland, als er in de Atlantische Oceaan een asteroïde zou inslaan. Nee, valt mee. Nederland valt mee. Daar is echt onderzoek nagedaan. Groot-Brittannië ligt ertussen. Precies, de Noordzee is niet diep genoeg, Dus dat loopt allemaal kapot op Frankrijk. Vloedgolf. Want dat vind ik het engste van de film Deep Impact. Dat je aan de horizon zo'n ding ziet aankomen. En dat je weet van, het is nu gewoon gedaan. Daar is heb ik een keer op National Geographic gezien, dat de top 10 wereldrampen die zouden kunnen gebeuren. Dat die vulkaan bij de Canarische eilanden, dat is een onderwater vulkaan, als die explodeert, dan schiet dat richting New York. En dat gaat gewoon een paar dagen, bouwt dat op die vloedgolf en dan vaagt dat heel New York weg. En dat staat echt in de top 10 met Yellowstone Park en een paar andere dingen. Ja. En wij zitten daar inderdaad net langs. Dus wij hebben mooie surfgolven. Ja, mooie surf. Maar, gezellig gesprek, jongens. Ja, laten we het nog meer over existentiële crisis hebben. Ja, nee. Helder verhaal. Maar tegelijkertijd... Maar nou ja, toch nog even. Want ik vind het dus ook een heel boeiend onderwerp. En wij denken allemaal dat het ver van je bent. Maar het gebeurt gewoon geologisch gezien, in de geschiedenis van de aarde, gebeuren dit soort dingen met de regelmaat van de klokken. Ja. Supervulkaanuitbarstingen, kosmische inslagen, weet ik veel allemaal. Gebeurt om de havenklap. Alleen er zit steeds een paar honderdduizend jaar tussen. En wij zijn er maar heel even. Sinds een oogwenk is de mens zit om ons heen te kijken. En we denken, oh, niks aan de hand. Maar het is wachten tot de volgende gigantische natuurramp. Hoe heette die asteroïde nou ook alweer, die Jupiter een paar jaar geleden, dat we konden zien, zeg maar. Nooit vergeten dat we foto's hebben gemaakt. Comet Shoemaker-Levy 9. Dat je zulke explosies op fucking Jupiter zag. Ja, en als je weet hoe groot Jupiter is, dat zijn explosies groter als de aarde. Oh, goed vuurwerk. dat zijn flinke strijkers, Dus, maar je kan toch ook niet anders dat als je naar buiten kijkt... Dat je ergens... Als ik nadenk over het universum... Mm-hmm. Enerzijds voel ik verwondering. Maar aan de kant ook altijd iets unheimlichs. Omdat het me herinnert aan hoe fucking klein... nietzeggend je eigenlijk bent. Je bent fucking klein en nietzeggend. Maar waarom vind je dat er zit een nies achter me. Waarom vind je dat een onaangenaam gevoel? Wat is daar unheimisch aan? Het kan ook heel geruststellend werken. Dat heb ik altijd. Ik vind het een heel rustgevend gevoel. Het werkt geruststellend op het niveau van... ik heb een fout gemaakt en dat vind ik vervelend. Op een kosmische schaal stelt dit echt helemaal niets voor. Maar wat het ook doet is... kijk, ik vind het perspectief van sterven niet zo heel erg fijn vooruitzicht. En dat herinnert mij op een of andere manier aan mijn... onoverkomelijke sterfelijkheid. Ja, want alles zal ooit... En dat is denk ik waar het me aan herinnert. Ja, en dat projecteer ik er misschien op. Want het is een oneindige zwarte leegte, snap je? Maar tegelijkertijd denk ik van... er zijn heel veel mensen die kunnen het bijna niet aan... dat er misschien ooit een supernova-explosie... of misschien ooit een kosmische inslag... dat vinden ze verschrikkelijk onheimisch en bedreigend. Oh, help de mensheid. En dan denk ik... nou, maar je weet toch al vanaf het moment dat je 10 bent... dat je... als je eenmaal 100 bent, je leven afloopt. Sure. Dat vinden we natuurlijk geen van allen leuk. Dat is het. Maar we weten het allemaal, we accepteren het. We zien het bij geliefden om ons heen gebeuren. En daar liggen we ook niet wakker van. Waarom dan wakker liggen van iets wat er met de mensheid op termijn kan gaan gebeuren? Of wat er Weet ik niet. Ik denk omdat ik het zonde zou vinden dat het stopt, misschien.
Ja, maar het stopt natuurlijk ook niet. Nou, oh ja, nou, ja, ja, entropie, wel, hit de dood van het universum. Nee, okay, laten we die bewaren voor het laatst, maar... Nee, het stopt wel. Ja, is dat zonde? Ja. Ja, het is zonde. Nou ja, aan de andere kant, er is dan ook iets heel moois geweest. Dat is waar. En ik heb ooit een heel geruststellend verhaal van Isaac Asimov gelezen. De laatste vraag. En die biedt een uitweg voor entropie. Uh-huh. En dat vind ik, en die is technologisch van aard. Maar dat vond ik een heel geruststellend idee ergens. Maar ik een mooie titel, De Laatste Vraag. De Laatste Vraag. Zou mooi mijn laatste boek kunnen zijn. Op zoek naar antwoorden. De laatste vraag in dat verhaal is, kan entropie omgedraaid worden? Dat is de echte laatste vraag. Ja, transhumanisme dan is dan het antwoord. In het verhaal is het antwoord dat wat mensen zijn vluchten naar een extra-dimensionele virtual reality werkelijkheid buiten de daadwerkelijke kosmos. Ja. En zetten een computer aan om de vraag te beantwoorden. En na miljarden jaren komt die computer, net zo'n beetje als in Hitchhiker's Guide to the Galaxy, met het antwoord. En het antwoord is, laat er licht zijn. En dan begint het hele verhaal opnieuw. Ja. En dan beginnen we weer bij de Big Bang. Dus implied is dat de Big Bang is veroorzaakt door een dergelijke computer die dat antwoord heeft bedacht. Hmm. En dan is het dus weer cyclisch. Want dat vond ik altijd zo... Dat vond ik heel nuchterend van... Want eerder leerde ik over de Big Bang. Hij expandeert. We vinden cyclisch heelal heel fijn, hè? Dat vinden we een fijn idee. Dat vind ik super geruststellend. Ja. Precies. Nieuwe, dat is goed. Maar dat was het. Zonder cycli is er dan toch ook geen antropologie? En zeg ik dat goed? Hoe bedoel je? De basis van antropologie is dan toch ook... Gewoon dat we een cycli en ritmes hebben. Wat bedoel je met antropologie dan? In dit, Dat is toch het leven aan zich? Of heb ik een verkeerde definitie? Nee, nee, nee. Er zijn ook heel veel levensvisies die uitgaan van een soort cyclisch heelal. De Grieken hadden dat, de Maya hadden dat. Ja? Dus het is dat idee wat wij in onze christelijke traditie hebben van het is ooit een keer begonnen en daarna weten we niet hoe het verder gaat. Dat is betrekkelijk recent. Iedereen dacht vroeger altijd dat Albert Einstein dacht zelfs nog dat het heelal altijd had bestaan. En, dus dat idee van eenmalig een begin en misschien ook ooit eenmalig een eind en dan is het afgelopen. Het is één visie. Maar het is een waarheid in de vele dimensies. En ik moet zeggen, als je dan een klein beetje met een schuin oog kijkt naar kwantummechanica en multiverses en zo, dan vind ik daar ook nog wel wat achterdeurtjes zitten die een soort gelijke geruststelling zouden kunnen geven. Maar voor mij als individu is het natuurlijk triviaal eigenlijk. Ja. Eigenlijk doet het er niet toe. Maar laten we in dat opzicht, als het dan gaat over het universum en oneindig expanderend en misschien weer impanderend, laten we het eens gaan hebben over jouw nieuwe boek. De olifant in het universum. Heb je het gelezen? Ik heb het gelezen. Uh-huh. Nou ja, ik heb er doorheen gewerkt. Ja. En het eerste compliment dat ik wil geven is dat het me echt ontzettend deed denken aan het boek Bill Bryce, A Short History of Nearly Everything. Uh-huh. En wat ik er zo gaaf aan vind is dat jij het wetenschappelijk proces van de individu en hoe ze op elkaars kennis hebben doorgestapeld inzichtelijk maakt in dat boek. Want dat vind ik zo tof aan wetenschap. Het staat allemaal op de schouders van elkaar. Ja. Het haakt in op elkaar. Er worden dingen terugontdekt. Maar dan later weer aan elkaar gerelateerd. En dan denken we dat was verkeerd. Maar blijkt later toch waar te zijn. Ja, en dat hele proces leg jij echt fascinerend vast in het boek. Nou, mooi om te horen. Het is bijzonder om te vergeleken te worden met Bill Bryson. Want ik denk dat dit boek ook wel een tikje pittiger is dan A Brief History of Everything, Bryson schreef. Dat is toch wel voor een echt heel breed publiek geschreven. Maar wat je zegt is natuurlijk helemaal waar. Wetenschap is niet iets wat een lineair proces is waar gewoon dit weten we vandaag, morgen weten we dat erbij, overmorgen dat en dat is het. Het is allemaal mensenwerk. Het is allemaal gebaseerd op hunches en ideeën die weer gebaseerd zijn op eerdere ontdekkingen. Dus alles grijpt in elkaar. En het is meteen ook het risico. Want precies wat je zegt. Mensen baseren zich op ideeën van anderen. Ja, er is natuurlijk een soort... Er zijn ook modegrillen in de wetenschap. En er zijn ook stromingen waar iedereen dan mee wetenschappelijk wordt opgevoed. Die onderwezen worden aan universiteiten. En die hooggeplaatste wetenschappers doseren aan hun studenten. Dus iedereen zit dan in een bepaalde richting. Mm-hmm. En dan zie je dat als je terugkijkt op een paar eeuw wetenschappelijk onderzoek, dat de grote doorbraken, die zijn gemaakt door de dwarsdenkers en de mensen die de kont tegen de krip gooien en zeiden, het zal allemaal wel, maar volgens mij is het zo. En dat blijkt af en toe ook te kloppen. Einstein was daar een heel mooi voorbeeld van. Ja. En soms denk ik nu wel eens, we hadden het eerder over van, zijn er grote revoluties in de sterrenkunde geweest? Nou, zei ik, in de jaren 60 en 70 is er flink wat veranderd, maar daarna eigenlijk niet zoveel meer. Ik hoop erop, maar wat je nodig hebt is een soort nieuwe Einstein, die helemaal vrij, niet beïnvloed door de wetenschappelijke consensus, met
compleet nieuwe ideeën kan komen, waardoor iedereen zegt van, oh, maar wacht even, dan blijkt het heel anders te zijn. Dat, yeah. En ik weet niet of dat nog zo makkelijk gaat. Maar zijn die er? Want ik zie soms op mijn Instagram, ik zag de laatste keer een ding voorbij komen, werd een jongetje van, ik geloof 14 uit India, die werd op sommige stukken vergeleken met Einstein. Mm-hmm. En die had echt wel een, ja, ik weet niet eens meer wat, maar die had een hele hoop vergelijkingen, waardoor dat echt al een toekomstig superbrein wordt. Ja. Zijn die er in jouw opzicht? Worden die... Ze zijn er natuurlijk altijd wel. Maar de vraag is, het is best moeilijk, denk ik, als je zo in elkaar zit. Dat zijn ook over het algemeen niet per se de meest sociaal aangepaste lieden in onze wereld. Zeg maar autistisch. Het moet ook gevoed worden. En je moet ook de ruimte krijgen om je ideeën de wereld in te helpen. En de wetenschappelijke samenleving moet ook openstaan om dat... Ja. Maar ze zijn er wel. Aan de andere kant, dat ga ik er meteen bij zeggen... Elke natuurkundige en elke sterrenkundige in Nederland, nee, in de hele wereld, en ook wetenschapsjournalisten zoals ik, iedereen krijgt gemiddeld misschien 2 of 3 mailtjes of pakketten in de post per week van hele enthousiaste amateurwetenschappers, vaak gepensioneerde ingenieurs, mensen die heel slim zijn en logisch kunnen nadenken, die tijd hebben en die denken, ja, volgens mij klopt dat niet helemaal, hebben ze daar wel aan gedaan? En die krijgen allemaal het idee dat ze precies weten hoe het zit. Ja. En dat ze niet gehoord worden. Allemaal miskende genieën. En in ieder geval 99,9% van al die theorieën... Die slaan nergens op. Als ze de wereld echt zouden kennen, wat er echt bekend is... dan hadden ze al lang ontdekt dat dat niet kan, want dit weten we ook. Of dat kan niet, want zus en zo. En ja. Dus je moet daar wel heel erg mee uitkijken. Je hebt echt die hele brede wetenschappelijke basis nodig... die ik zelf ook niet heb. Daarom zei ik ook, ik ben zelf geen onderzoeker. Ik zou me nooit bedenken dat ik zelf zo'n theorie zou kunnen ontwikkelen. Ja. Je hebt echt die kennis nodig om dat goed te kunnen doen. Doet me denken aan, we hadden het hier voor de uitzending even over de psychedelische ervaring. Je hebt in Amerika, heb je Terence McKenna, overleden ondertussen. Maar dat was echt de pionier die ging als eerste met zijn rugzakje naar Colombia. Mm-hmm. Om daar paddenstoelen te drinken met stammen. En hij heeft zijn... Ik geloof dat hij bijna 20 jaar van zijn leven heeft gewijd aan een concept van tijd. Omdat hij dacht dat hij daar een soort van iets van had. En dat presenteerde hij. Maar omdat hij zo fantastisch kon vertellen. Echt, hij heeft urenlange lectures online. Als je daarnaar luistert, denk je, het is gewoon heerlijk om naar te luisteren. Wat als het waar zou zijn? Ja. Dus hij had heel veel mensen die toch een beetje een soort van ja en amen daartegen zeiden. Totdat hij op een gegeven moment, dat er een wiskundige in het publiek zei. En die zei, dit klopt niet, want je bent dit en dat vergeten. Ja. En daar heeft hij echt een soort... Hij wilde dat niet accepteren. Ja, en hij heeft echt een soort van... daar heeft hij tegen gevochten. Zijn broer Dennis McKenna, die nu nog steeds heel veel onderzoek doet... die beschrijft dat. Hoe dat heeft hem echt in de put geduwd. Dat snap ik wel. De theorie klopt er niet, weet je. Tijd is trouwens helemaal een groot razer. Er is niemand die tijd begrijpt. Dat is de vierde dimensie, zeggen ze, toch? Kan je zo noemen. Maar wat tijd precies is, waar het vandaan komt, hoe het werkt. De knapste koppen van de wereld, die dus niks anders doen dan allemaal theorieën bedenken en ontdekken waarom dit ook niet werkt, zodat het weer in het prullenbak kan. Dat is hun beroep, hè. Dat zijn de briljantste breinen die we hebben. Die buigen zich over dit soort vraagstukken. Die komen er niet uit. Ja, ik denk dan dat een gepensioneerde Nederlandse ingenieur... op een achternamiddag opeens het raadsel tijd oplost. Ja. En wat is de laatste revolutie in termen van omtrent de tijdontrafeling? Heb jij daar iets over wat interessant is? Het gaat 2 kanten op. Ik heb toevallig net een boek van een Canadese theoreticus gelezen, Lee Smolin. Dat is ook een beetje een hele slimme man, maar die net probeert om over kwantumfysica net wat andere invalshoeken te volgen. En die komt met een heel model waarin die zegt... tijd is eigenlijk het enige wat er is. En daaruit ontstaat ons idee dat er zoiets als ruimte en afstand bestaat. Dat is eigenlijk helemaal niet... een heel krankzinnig idee. Maar intuïtief, ja. De ruimte als een soort emergente verschijnsel... wat voortkomt uit het bestaan van tijd. Dan is er een Britse theoreticus... hij heeft een Argentijnse naam, ontschiet me op dit moment even. Die heeft juist weer een theorie dat tijd helemaal niet bestaat. En dat alleen maar een illusie is die door ons brein... dus eigenlijk weet geen mens het. Hmm. Ja, heel boeiend. Ja, fascinerend. nog even waar je het net over had, hè, als het gaat om Einstein. Omdat er bepaalde geesten lijken te zijn die op een bepaalde manier naar nieuwe dingen kunnen kijken. Maar was het echt zo dat Einstein volledig buiten de wetenschappelijke gemeenschap kwam en dat hij als het ware iets,
iets uit de lucht pakte? Of was het meer van hij zag bepaalde dingen waar mensen al een beetje mee bezig waren en wist ineens de verbindingen tussen er zijn een heleboel misvattingen over Einstein. Je hoort heel vaak Einstein die was een hele slechte scholier, is onzin. Hij was gewoon een briljante student en hij het was misschien niet dus al dat soort ideeën, heel veel daarvan klopt niet. Het is wel zo dat hij nadat hij zijn studie theoretische fysica had afgerond, dat hij niet direct een baan kon krijgen op een instituut. Dus in die zin was hij misschien niet de topstudent van zijn tijd. En hij kreeg een baan op een patentbureau. Ja. Via de vader van een vriend van hem. En dat was een beetje een sloom kantoorbaantje, waar je ook slim voor moest zijn. We moesten al die patentaanvragen kunnen beoordelen. Maar in die tijd heeft hij zijn theorieën ontwikkeld. En dat scheelde misschien wel, dat hij die theorieën ontwikkelde niet in een omgeving waarin hij dagelijks direct commentaar kregen van de academische wereld omheen, ja, maar redelijk geïsoleerd. Maar het is niet zo dat hij daar helemaal buiten stond. En hij is altijd onderdeel geweest van de wetenschappelijke samenleving in Europa. En ik denk dat zijn briljante visie erin zat, precies wat je zei, dat hij opeens dingen wist te combineren. En dat hij een heel erg visueel ingesteld persoon was, en heel erg met gedachte-experimenten bezig was, en heel erg doordacht van, ja, maar als nou dit en stel nou dat, dan betekent dat toch eigenlijk dat zus en zo. En als dat zo is, ja, een hele creatieve denker. Mm-hmm. Ja. Maar uiteindelijk zat hij er ook op een heleboel punten naast. Hè. Einstein heeft de kwantumfysica nooit echt willen omarmen. Daar is hij tegen blijven vechten tot het eind van zijn leven, hoewel hij een van de pioniers was. Ja. Aanvankelijk dacht hij dus, hij moest aanvankelijk helemaal niks hebben van die theorie van de oerknal, van het ontstaan van het heelal. Natuurlijk, later past dat allemaal wel weer aan, mm-hmm, als dat overtuigende begint te worden. Maar het is niet zo dat hij op elk vlak meteen revoluties teweeg heeft gebracht. En als je kijkt naar zijn theorie, natuurlijk general relativity, special relativity. En je kijkt naar, want je gaf er straks aan, nou, het lijkt op dat ons model redelijk vast lijkt, mm-hmm, te staan. We doen allerlei waarnemingen van speciale dingen, die lijken daar niet direct een afbreuk aan te doen. Je nieuwe boek gaat over dark matter. De olifant in de kamer als het gaat om de hoeveelheid massa in het universum. Zijn er nou nog dingen, tenminste dat meen ik een beetje uit je boek te halen, inzichten die we krijgen als het gaat om bijvoorbeeld zwaartekracht, door wat we leren over dark matter? Ja, dit is. Doet dat nou nog ergens nieuwe inzichten op aan? Want als je aan zwaartekracht komt, kom je volgens mij ook direct naar relativiteit. Zeker, precies. Dus dat moet invloed hebben daarop. Nou, ik denk dat dat een van de meest fascinerende aspecten van het boek is, want mijn boek gaat helemaal over onze onze ervaring met dat raadsel van de donkere materie. Het is komend voorjaar, in mei 2022, is het precies 100 jaar geleden dat het begrip dark matter werd geïntroduceerd door een Nederlandse astronoom, Jacobus Kapteyn. Die was de eerste die die term in een Engelstalige publicatie lanceerde. Dat was in mei 1922. Dus het raadsel is 100 jaar oud en we weten nog steeds niet wat het is. Maar nu jouw vraag over zwaartekracht. Waarom denken we dat er donkere materie is? Omdat we de zwaartekrachteffecten meten en zien die de donkere materie blijkbaar veroorzaakt. Mm-hmm. Je ziet ergens dat zichtbare materie, sterren, gasnevels, het hele rattenplan, dat wordt beïnvloed door de zwaartekracht in zijn omgeving. Mm-hmm. Nou, er is veel meer zwaartekracht aan de hand, zou je kunnen zeggen. Er is veel meer zwaartekrachtactiviteit, zichtbaar, meetbaar, dan je kunt verklaren op basis van alle gewone materie die we kennen. Mm-hmm. Zo komen sterrenkundigen op het idee dat er dus blijkbaar een soort mysterieuze donkere materie moet zijn. Want waar komt die zwaartekracht anders vandaan? Mm-hmm. En dan wordt naar gezocht. We weten het nog niet. Maar nu komt de grote crux. Al die implicaties over die donkere materie, die baseren we op hoe wij die zwaartekrachtwerking meten en interpreteren. Wat nou als ons beeld van de zwaartekracht niet klopt? Ja. Ja, dan is die conclusie dat er donkere materie moet zijn misschien helemaal onterecht. Ja, en dat is een heel fascinerend aspect van dat donkere materieonderzoek en ook van mijn boek. Want daar raakt het dus heel erg aan. Doe ik het kort als ik zeg dat donkere materie een beetje voelt als, oké, we hebben een sommetje gemaakt, zeg maar, en daar zitten een aantal nummertjes in. Ja. Alleen er zit een gat in die nummertjes. Ja. We komen 50.000 tekort. Ja. Nou, die vullen we nu gewoon met 50.000, weten niet wat het is, noemen we het donkere materie. Want nou is de balans sluitend. Nou, eigenlijk klopt dat. Dat is wat het is. Zo gaat het. Ja. Het punt is wel dat er niet één sommetje is waar je dat merkt, maar dan is er vanuit een hele andere richting een compleet ander sommetje. En dan kom je ook iets tekort en zeg je, hey,
blijkbaar kunnen we met precies diezelfde 50.000, waarvan we niet weten wat is, dat probleem ook oplossen. En dit ook, en dat ook. En dan komt later, als je dat allemaal hebt, dan ga je zeggen van, hey, stel nou dat dat waar is met die donkere materie. Wat heeft dat voor consequenties voor de evolutie van het heelal? En dan ga je doorrekenen en dan blijkt dat dat de enige manier is waarop je de evolutie vanaf de oerknal tot het huidige heelal goed kan verklaren. En dan begint iedereen te zeggen, ja jongens, het kan bijna niet anders of die donkere materie moet bestaan. Het klopt op te veel verschillende punten. Ja, want het is een variabele in een boel verschillende formules, waar telkens de waarde het ding is wat hem laat balanceren. Ja, en dan zie je hem daar en denk je, dit moet wel iets zijn. Eigenlijk zou je dat zo kunnen zeggen. Dat is heel goed uitgedrukt. En hoe meer je onafhankelijke ondersteuning vindt voor het bestaan van die donkere materie, hoe meer je er natuurlijk in gaat geloven. Ja. En ja, dan zeggen natuurkundigen ook, ja, het is niet zo raar, hè, dat we tot de conclusie komen dat er meer is in het heelal dan we tot nu toe dachten. Want zo is het de hele geschiedenis van de mensheid al geweest. Ja. Je kan nooit ontdekken dat er minder is in het heelal dan je eerst dacht. Mm-hmm. Dat zou heel erg gek zijn. Je kan niet tot de conclusie komen, hey, blijkbaar is er 5 keer zo weinig materie dan we tot nu toe hebben gezien. Ja. Je kan alleen maar ontdekken dat er meer is. En dat is ook altijd zo gebeurd. We hadden eerst, dachten, goh, sterren. En sterrenstelsels. Toen ontdekten we dat er ook allerlei gasnevels waren. Toen ontdekten we dat er stofwolken zijn die je helemaal niet met een gewone telescoop kunt zien. Toen ontdekten we dat er koude gaswolken zijn waar je een radiotelescoop voor nodig had. Toen ontdekten we dat er heel heet gas is wat je alleen met een röntgentelescoop kunt zien. Iedere keer ontdekten we meer. En ja, zeggen de astronomen dan, niet zo raar dat we nu ook ontdekken dat er weer een nieuw ingrediënt is, wat we tot nu toe nog niet kenden. Met het enige verschil dat dit donkere materie ingrediënt, daarvan zou er ongeveer 5 keer zoveel moeten zijn als van de bacteriën die we nu tot nu toe kennen. Dus krankzinnige hoeveelheden. En het kan niet uit gewone atomen bestaan. Want dan kloppen andere formules en rekensommen niet meer. En daar wordt het een mindfuck voor mij. Dus wel, ik vond het leuk. Je had een gedichtje van Alicia Allstrike. En de laatste regel vond ik het mooiste. We don't know what it is, but it's real. Dus we weten dat het echt is. Maar dan vraag ik mij tegelijkertijd af. Stel, ik stap in mijn ruimtescheepje. Ik ga een paar miljoen jaartjes ga ik vliegen. Ja. En dan ben ik hier. En dan ben ik op de vector waar dark matter zou moeten zijn. Wat denk jij dat we daar zien? Niks. Wat treffen we daar? Daar is gewoon lege ruimte. Ja, dus gewoon 3D. Donkere materie, voor zover nu gedacht wordt, is. Er zijn ook sterrenkundigen die zeggen, het is eigenlijk een hele foute naam. Want donker betekent nog dat het donker afsteekt tegen een lichte achtergrond of zo. Hè? Is niet zo. Donkere materie zou je eigenlijk. Ik heb het boek niet zo willen noemen. Zou je eigenlijk doorzichtige materie moeten noemen. Juist. Het is compleet onzichtbaar. Het heeft geen wisselwerking met licht. Geen wisselwerking met elektriciteit. Geen wisselwerking met magnetisme. Dus alles wat wij kunnen waarnemen, of nou röntgenstraling of radiostraling of zichtbaar licht, is allemaal elektromagnetische straling, elektriciteit en magnetisme. Daar doet die donkere materie niets mee. Dus geen enkele wisselwerking. We kunnen het niet zien, we kunnen het niet merken. Het reageert niet met de atomen in ons lichaam, behalve via de zwaartekracht. Ik wou net zeggen, want de zwaartekracht is wat het genereert. Dus daar zou ik wel een effect van moeten ervaren. Als jij met je ruimteschepje ergens vliegt en zou daar een grote concentratie donkere materie zitten, precies, wordt jouw ruimteschip afgebogen. Exact. Ja. Dus er zijn interacties vanuit waar donkere materie zich ook maar bevindt. Is dat nog een vraag? Bevindt het zich in onze, dat klinkt misschien een beetje, maar in onze vector space, of bestaat het misschien ernaast in een soort. Het is hier. En dan even de standaard interpretatie van materie. Donkere materie is gewoon een essentieel onderdeel, belangrijk onderdeel van ons heelal in onze ruimte. Het is alleen omdat het al die wisselwerking niet aangaat, los van die zwaartekracht, is het alleen veel minder sterk dan de zichtbare materie, geconcentreerd in sterren bijvoorbeeld. Dus donkere materie is diffuser verspreid. Het is in ons melkwegstelsel diffuser verspreid. Het is ook nog verspreid in de ruimte tussen de sterrenstelsels. Mm-hmm. En dat betekent dat het, omdat er heel veel lege ruimte is in het heelal, dat er heel veel donkere materie kan zijn in de totale massa, terwijl de dichtheid bijvoorbeeld in onze wereld hier om ons heen is relatief gering. Maar er zijn, als die theorieën kloppen, vliegen er ook nu door onze studioruimte hier voortdurend donkere materiedeeltjes. Die vliegen dwars door jouw lichaam, miljoenen per seconde. Wat is, ik probeer na te denken over, wat zijn het dan? Losvliegende Higgs-bosonen of zo, die samenklonteren of zoiets? Wat is onze beste gok als het gaat om wat dat stukje gedrag verklaart? Ja,
misschien is het, en sterker, er is wel eens gedacht dat dat een kandidaat zou kunnen zijn voor de donkere materie. Misschien kun je het beste vergelijken met neutrino's. Ja. Neutrino's zijn ook deeltjes die we kennen, zijn in de jaren 30 voorspeld, in de jaren 50 van de vorige eeuw voor het eerst ontdekt. Ook iets wat we daarvoor helemaal niet kenden. Maar ze bestaan, grote hoeveelheden. En neutrino's hebben ook geen elektrische lading, zijn niet gevoelig voor de elektromagnetische kracht. Enige verschil met donkere materie is dat ze wel via bepaalde kernkrachten kunnen reageren. Dus ze kunnen af en toe op een atoomkern botsen en iets doen. Mm-hmm. Maar dat gebeurt bijna nooit. Maar die neutrino's die zijn ook overal in onze omgeving hier om ons heen aanwezig. Die kunnen we wel meten. Donkere materie deeltjes zouden er ook moeten zijn. Misschien in mindere grote hoeveelheden. Want de deeltjes zelf zijn waarschijnlijk zwaarder dan die neutrino's. Maar het is nog niet gelukt om ze te meten. Zodra ze gemeten worden, is het raadsel opgelost. Dan weten we, nu weten we dat dit het donkere... Dus daar zijn al die, en dat beschrijf ik in mijn boek, al die laboratoria, vaak op grote diepte onder de grond, om storing van kosmische straling buiten de deur te houden. Die zijn dag en nacht bezig om te zoeken naar die donkere materie die daar wel moet zijn. En zodra zo'n experiment succes heeft, en je kunt zeggen van, oké, dit zijn de eigenschappen van de donkere materie. We weten nu hoe zwaar het is, hoe sterk het met zichzelf in wisselwerking treedt, wat voor effect het heeft, hele kleine, maar op onze gewone materie, ja, dan is het nog steeds een raadsel natuurlijk, want het zijn gekke deeltjes die geen deel uitmaken van jou en mij. Ja. Maar dan hebben we het raadsel eigenlijk opgelost. Interessant. Maar ze worden niet gevonden. Dat wou ik net vragen, want in hoeverre zijn we dan, maken we vooruitgang in het uitpluizen van dark matter? Nou, we maken er op twee manieren vooruitgang in. En dat is aan één kant sterrenkundig, aan de andere kant natuurkundig. En laat ik bij de sterrenkundige kant beginnen. Zo is het raadsel ook op de kaart gekomen. We zien in de kosmos dat sterrenstelsels sneller ronddraaien dan we kunnen verklaren zonder heel veel extra materie. Die extra donkere materie die er in zo'n sterrenstelsel moet zijn, die houdt zo'n sterrenstelsel bij elkaar. Als die donkere materie er niet zou zijn, zou dat stelsel met die enorme rotatiesnelheden uit elkaar vliegen. Hmm. Dat gebeurt niet, dus er moet extra zwaartekracht zijn om dat bij elkaar te houden. Dat zijn sterrenkundige aanwijzingen. In de sterrenkunde lukt het steeds beter om de verdeling van die donkere materie heel goed in kaart te brengen. We hebben geen idee waar het is, maar sterrenkundigen kunnen wel zeggen waar het zit. En dat lukt met zwaartekrachteffecten, afbuiging van licht, gaat steeds beter. Dus we krijgen steeds beter beeld hoe die donkere materie verdeeld is in het heelal, ook in de loop van de geschiedenis van het heelal. En dat geeft je natuurlijk meer informatie over de eigenschappen die het zou kunnen hebben. Hmm. Maar dan weet je nog steeds niet of het nou heel weinig deeltjes met hele grote massa zijn, of heel veel deeltjes met hele kleine massa. Dat is niet zo makkelijk te zien. Mm. Dan komen de natuurkundigen om de hoek kijken. Die zeggen, we proberen die deeltjes te produceren in een deeltjesversneller, zoals bij CERN. Of we proberen ze te meten in zo'n detector, zoals in Italië, op grote diepte onder de Appenijnen. Wat in hoofdstuk 2 in mijn boek beschreven wordt. Daar boeken we ook vooruitgang in, want die detectieapparatuur wordt steeds gevoeliger. Alleen, een keer houdt het natuurlijk op. Want als die deeltjes heel incidenteel, maar veel minder dan we nu kunnen meten, met gewone materie in aanraking komen, dan gaan we het nooit zien natuurlijk. Als dat te weinig gebeurt, dan gaat het onder de ruis van je metingen zitten. Dus het is niet gezegd dat probleem wordt opgelost. Misschien is onze meetapparatuur nog niet fijn gevoelig genoeg. Nee, dat klopt. Maar misschien is er ook wel een keer een... Kijk, bijvoorbeeld die neutrino's die we hebben, die hebben ook af en toe wisselwerking met gewone materie. Mm-hmm. En als de effecten van de donkere materie veel zwakker zijn dan die van de neutrino's, die kun je niet wegpoetsen, want die neutrino's zijn overal, dan ga je het niet meten. Ja, okay. Het is een beetje alsof je... Dit is misschien een goede vergelijking. Donkere materie deeltjes meten is een beetje alsof je een speld wil horen vallen. Juist. Nou, dat moet je een hele stille omgeving kiezen. Je hoort geen speld vallen als je in Goffert Stadion bij een popconcert staat. Mm-hmm. Dus je gaat een hele stille omgeving creëren. Dat doen ze in het lab in Italië. Ja. Kun je misschien die speld horen vallen. Maar als het vallen van een speld zachter klinkt dan het trillen van de atomen in de wereld om je heen, ga je het nooit horen. Dan ga je het nooit horen. Duimel. Dus er is een keer een grens. Dat is bijzonder. Ja. Oké, dan als het gaat over dark matter, zwaartekracht, heeft interacties met zwaartekracht. Nou, dan ben ik wel benieuwd, hoe interacteert dark matter met black holes? De grootste concentratie van zwaartekracht die we kennen. Laten we eerst die beantwoorden, dan heb ik daar nog een andere vraag over black holes. Nou, om te beginnen, iedereen bij wie ik iets vertel over donkere materie, wat onderwerp van het boek is, die denkt meteen, zwarte gaten. En dat is een logische
link wat je denkt. Want een zwart gat is ook mysterieus en heeft ook veel zwaartekracht. Ja, maar de donkere materie, laat ik dat voorop stellen. Heel goed dat iedereen zich dat realiseert. Die donkere materie, we weten niet wat het is. Maar met zwarte gaten kunnen we het raadsel niet oplossen. Er zijn veel te weinig zwarte gaten. Het is een heel goed idee over het aantal zwarte gaten, hoe zwaar die zijn. Er zijn er veel te weinig om... Er zit één kanttekening bij, kom ik zo meteen op. Maar de gewone zwarte gaten die we kennen... kunnen het raadsel van de donkere materie niet oplossen. Dan jouw vraag. Wat heeft een zwart gat voor invloed op donkere materie? Of andersom? Mm. Maakt niks uit. Zo'n zwart gat zuigt alle deeltjes in de omgeving... waar die zwaartekracht wisselwerking mee zuigt hij op. Als er een wolk donkere materie langskomt, wordt hij ook het zwarte gat ingezogen. Juist. Dus maakt eigenlijk niet zoveel uit. Okay. En dan die kanttekening. Ja, sorry. Even leuk om even te noemen. Hele recente theorie. Heel misschien zijn er kort na de oerknal, toen alle materie in het heelal nog heel stijf op elkaar gepakt zat, het werd wel steeds ijler, want het heelal deed uit natuurlijk, maar heel misschien zijn er in die allereerste fracties van een seconde hele kleine zwarte gaten ontstaan. Doordat de materie op kleine schaal zo ver samenbalde dat het een microscopisch klein zwart gaatje werd. Yeah. Het zou kunnen, en dan moet het aan allerlei speciale voorwaarden voldoen, het zou kunnen dat die oerzwarte gaatjes, als die bestaan, dat die precies de juiste eigenschappen zouden hebben om ons donkere materie raadsel op te lossen. Maar ik moet er meteen bij zeggen, dit deel van de potentiële oerzwarte gaten is al afgereserveerd, kan het nooit zijn. Dat deel van de potentiële oerzwarte gaten kan het nooit zijn om allerlei observationele redenen. Die oerzwarte gaten moeten dan precies aan bepaalde eigenschappen voldoen, zodat we ze nog niet hebben kunnen uitsluiten. En dat is nog een mogelijkheidje dat dat een oplossing is. En die zwarte gaten zijn dan niet elk zwart gat een deeltje, maar dat zijn zwarte gaten die later uit elkaar zijn gevallen in de... Nee, dat zijn kleine zwarte gaatjes die... Het wordt heel dubieus zo, ja, ik snap het. Die, waar je ook niet bij in de buurt zou moeten komen. Nee. Want dat overleef je dan ook niet. Nee. Maar die misschien wel door ons melkwegstelsel heen zweven. Okay. In redelijke aantallen. Hebben die zwarte gaten... We hadden het zo straks over dat je op de berg rondloopt en je beweegt een steen. Ja. Als we die zwarte gaten hebben, die zwarte gaten zodanig een functie dat ze dit stelsel vormen zoals het is, of als er zo'n stelsel weg zou vallen, of heeft dat geen impact daarop? Is dat zeg maar een soort steen in de ruimte? Ja, ook? Nou, kijk, überhaupt is het zo met donkere materie dat de sterrenstelsels zoals wij die zien, ons Melkwegstelsel en die mooie grote platte spiraal en het Andromeda-stelsel en al die andere sterrenstelsels, die kunnen niet bestaan zonder dat er iets van donkere materie is. Anders kunnen we niet verklaren dat ze de eigenschappen hebben die we meten. Het is zelf zo dat, en dat was nog voordat het donkere materie raadsel echt groot op het toneel verscheen, begin jaren 70, vorige eeuw, dus nu zo'n 50 jaar geleden, waren er een paar sterrenkundigen die gingen uitrekenen. Hey, ons melkwegstelsel, hadden ze niet eens over de draaisnelheid, dat was toen nog niet zo goed bekend, maar de structuur, die platte schijf, kan eigenlijk niet stabiel zijn. Er moet een soort halo van zwaartekracht omheen zitten. Ze dachten toen nog dat dat misschien zwakke sterretjes zouden kunnen zijn of zoiets. Dus sterrenstelsels zoals wij die zien kunnen niet bestaan zonder iets van donkere materie. Of die donkere materie nou uit een heleboel lichte deeltjes bestaat of uit een kleiner aantal oerzwarte gaatjes, dat maakt niet zoveel uit. Maar als ze er zijn, als die donkere materie bestaat, in welke vorm dan ook, dan is die donkere materie verantwoordelijk geweest voor de structuur van het heelal zoals we die nu zien. Als er geen donkere materie was, zouden er misschien niet eens in de loop van de geschiedenis van het heelal sterrenstelsels en sterren en planeten en mensen zoals jij en ik zijn ontstaan. Wow. Niet dat wij uit die donkere materie bestaan, maar de zwaartekracht van de donkere materie heeft ja, zeg maar de structuurvorming in het heelal aangedreven. Juist, dus moleculen kunnen ontstaan omdat donkere materie zijn zwaartekrachteffect op het universum laat uitoefenen. Ik heb daar een vraag over, visueel gezien. Je gaf aan, je zei sterrenstelsel, maar volgens mij bedoelde je melkwegstelsel. Dus als we is een beetje hetzelfde. Maar is dat ook waar voor ons zonnestelsel dan? Want zonnestelsels die lijken ook een diskneiging te hebben. Ja. Of is het ook mogelijk om binnen een zonnestelsel objecten te hebben die niet dezelfde platte... Dus kan er een soort schuine maan door je zonnestelsel heen draaien? Nou, die niet op dezelfde plane zeg maar draait. Toen wij het over die potentiële ramp op aarde hadden, hadden we het over de planetoïden, of asteroïden worden ze ook wel genoemd. Ja. Zijn die rotsblokken die ons zonnestelsel ronddraaien. De meeste zitten in hetzelfde platte vlak. Maar er zijn ook een heleboel van die planetoïden bedekt. Die hebben verticale banen de verkeerde kant op. Dus dat kan. Waarom is dat met het meeste materiaal niet gebeurd?
Dat komt toch omdat het zonnestelsel is samengeklonterd uit een platte ronddraaiende wolk van gas en stof. Ja. Speelt donkere materie in ons zonnestelsel een rol? Niet overheersend, omdat het in ons melkwegstelsel veel diffuser verdeeld is. Het is er, maar het is niet de overheersende factor. Duidelijk vraag. Duidelijk antwoord. Dankjewel. Nog één vraag over zwarte gaten versus dark matter. En de vraag die ik heb zit hem in de term dark. Want zwarte gaten hebben wel iets dat heet dark energy. Hawking radiation. Er lijkt iets uit zwarte gaten. Ja, okay. En wat is dark matter van dark energy in dat opzicht? Is dat toevallig een overeenkomstig gekozen term? Ja. En komt daar verwarring uit voort? Goed. Of hebben ze ook iets met elkaar te maken? Even een hele kleine correctie hoor, voor de aandachtige luisteraar. Zwarte gaten, volgens Stephen Hawking, produceren een heel klein beetje straling. Die Hawking radiation. Dat is niet de dark energy. Okay. Maar dat is de straling van zwarte gaten. De Hawking straling, die is er. Staat hier helemaal los. Okay, sorry. Dark energy bestaat wel. Okay. We hebben twee... Ik zeg maar gewoon in het Nederlands. Hè, donkere energie, donkere materie. Prima. We hebben twee grote raadsels in het heelal. Er is donkere materie. We meten de zwaartekrachteffecten van die donkere materie. Ja. We weten niet wat het is. Er is ook donkere energie. We meten namelijk dat de uitdijingssnelheid van de lege ruimte is op dit moment, sinds een paar miljard jaar, is aan het versnellen. Er zit blijkbaar in die lege ruimte iets waardoor de lege ruimte sneller uitdijt dan daarvoor. We weten niet wat het is. We noemen het met een simpele term, donkere energie. Dus het zijn twee grote raadsels die allebei een etiketje opgeplakt hebben gekregen met het woord donker erin. En dat is de overeenkomst. Want hebben ze met elkaar te maken? Nou, er zijn een heleboel theoretici geweest die zeggen, ja, we zitten nou al een tijd lang met die twee grote raadsels. Misschien kunnen we twee vliegen in één klap slaan met één oplossing. Ja. En dat is tot nu toe helemaal niet gelukt. Het lijken best twee heel verschillende problemen te zijn. Maar het zou gaaf zijn als er iemand, een nieuwe Einstein, als er iemand komt met een theorie waarmee die zegt van, hey, en nou heb ik ook meteen dat raadsel opgelost. Ja, dat kan me voorstellen. Hoe mooi dat het derde raadsel van het universum hier aan tafel zit. Namelijk? Michel. Ik werd even heel indringend aangekeken door Wigert voor de mensen die de camera die daar. Het derde raadsel van het universum. Ja, blijkbaar, ja. Sowieso een derde raadsel. Het derde raadsel. Het derde raadsel. Duidelijk met betrekking tot dark energy. Vraag over die versnelling van het universum. Want je hebt een Big Bang. Daar vindt heel veel versnelling in plaats. Mag ik opmaken uit de versnelling die we waarnemen, dat die eigenlijk niet is wat je verwacht als het gewoon één Big Bang zou zijn? Precies. Wat, dus je, verwacht, het, ja, wat je verwacht is dat de ruimte begint uit te dijen. Maar ruimte en zwaartekracht werken volgens Einsteins relativiteitstheorie. Ja. Dat is twee handen op één buik. Dus de zwaartekracht van alle materie in het heelal, die... Dat verwacht je, dat kun je uitrekenen. Dat kan bijna niet anders als Einstein klopt. Die zwaartekracht van alle materie in het heelal zet een rem op die uitdijing. De uitdijing is begonnen met een bepaald tempo. De lege ruimte neemt steeds meer ruimte in beslag. Maar de materie in die lege ruimte zorgt voor een afremming. Wat gebeurde er in de eind vorige eeuw? Sterrenkundigen dachten, we willen die afremming die wij verwachten aan te treffen, die willen we heel goed in kaart brengen, die willen we gaan meten. Dat kan omdat je op grote afstanden in het heelal verder terugkijkt in de tijd. Dus dan kun je kijken hoe het heelal toen uitdijde en hoe het iets minder lang geleden uitdijde. En je kan nu zien hoe het nu uitdijdt. Ik zeg het even simpel, maar daar komt het om neer. Wat blijkt? Die afremming die speelde een rol in de eerste 8 miljard jaar van de evolutie van het heelal. Ik weet het niet, dit niet helemaal uit mijn hoofd. Sorry. Maar de eerste deel van de evolutie van het heelal was er sprake van een afremming. Maar sinds een aantal miljarden jaren zien we dat de uitdijing aan het versnellen is. Rara, hoe kan dat? Nou, er moet dus ergens, er moet een oorzaak voor zijn, want je verwacht het niet. Ja. Je verwacht dat het alleen maar trager gaat. Er moet een oorzaak voor zijn. We noemen het donkere energie. En we proberen uit te gaan vogelen wat dat nou eigenlijk is. Wat is dat voor eigenschap van de lege ruimte, waardoor die lege ruimte in een hoger tempo meer ruimte in beslag aan het nemen is. Ik vind het bizar. Ik zag laatst een post op Instagram waarbij, als je op sommige afstanden kijkt en je kijkt naar de aarde, dan zou je nu de Tweede Wereldoorlog zien. Ja. Of de tijd van de dinosaurus. Dat is echt bizar. Ja. Dat is echt heel gaaf. Er zitten gewoon aliens aan ons te kijken en die zien nu gewoon ons oermensen hier rondlopen. Ja, daar is trouwens ook, ook een keer een science fiction verhaal wat ik lang geleden heb gelezen. Daar werken ze met supertelescopen en spiegels. Stel dat er op een hele verre planeet een hele grote spiegel staat en jij kijkt met jouw telescoop vanaf de aarde naar die spiegel, die weerkaatst het beeld van de aarde van lang geleden. Dan kun je dus terug in de tijd kijken. Oh. Dus je kunt gewoon
Dus als er spiegelende plekken in het heelal zouden zijn, dan zou dat in principe kunnen. En staat me zelfs bij dat ik ooit een verhaal heb gelezen waarvan iemand zei, ja, eigenlijk is het dus onze plicht naar mogelijk beschavingen elders om grote spiegels op te hangen, zodat zij daar gebruik van kunnen maken. Maar hoe werkt die theorie dan eventjes? Want als ik naar een spiegel kijk, dan moet ik eerst daarheen kijken en dan moet dat daar helemaal. Jij kijkt niet ergens heen, het licht komt gewoon in jouw ogen. Ja, dus dat licht is al onderweg, dat vang je gewoon op dat moment op. Dus de Tweede Wereldoorlog, hoe lang geleden inmiddels? 70, 80 jaar geleden. Ja. De verschijnselen daarvan verlaten de aarde. Het licht ervan bevat die informatie. Reist 40 jaar naar een andere ster. Daar staat een spiegel. Die lichtstralen worden weer kaatsen door die spiegel. Komen weer hier. En 40 jaar later komt het weer terug. En dan, ja oké. Dit beantwoordt trouwens ook mijn vraag. Want zouden we dan niet zelf spiegels op plekken kunnen zetten om terug te kijken? Nee, antwoord nee, want ze hadden er eerst moeten staan. Precies. En trouwens, het is iets wat jou elke dag meemaakt. Hè? Als je zelf in de spiegel kijkt, zie ik jonger uit. Zie je jezelf ook iets jonger. Ja, basically wel. En als de lichtsnelheid veel lager zou zijn. Ja. Stel dat de lichtsnelheid echt heel traag. Dan loopt je spiegel natuurlijk heel erg achter en zo. Ja. Maar dan zie je jezelf inderdaad wat. Mooi. Wat jonger. Okay. Dus dan snij je jezelf met scheren. En je spiegelbeeld eigenlijk een gebeurt dat een fractie seconden later. Interessant. Ik heb nog een vraag over hoe we tot deze inzichten komen. En daarvoor moeten we eigenlijk voor jou even een blast to the past maken. Wat ik leuk vond in je boek is dat je redelijk vroeg in het boek pretendeer je, nou, ik ben niet zo'n rekenkundig wonder, om vervolgens 5 pagina's verder te vertellen dat je simulaties bouwt op een Commodore 64, waarbij je sterren tegen elkaar aanslaat, volgens mij. Was de anekdote. Ik heb daar een paar vragen over. Want ik heb me altijd afgevraagd hoe dat werkt met die simulaties. Ja. Ook, ik kan zelf een klein beetje programmeren. Mm-hmm. Ik zou niet weten hoe ik daar moest beginnen. Dus ik denk dat het met de huidige hardware die we hebben, daar kan ik daar tooling voor vinden als ik een beetje google. Maar jij hebt zelf iets geschreven. Ja, maar het is eigenlijk heel simpel. Maar het is leuk dat ik het inderdaad. Ik was een van die eerste Commodore 64 bezitters. En ja, met cassettebandjes en op je tv aansluiten als je een keer een beeldscherm nodig hebt en zo. En verder heel erg in basic programmeren. Want veel meer kon ik niet. Maar het idee is eigenlijk heel simpel. En het idee is dat als je wil weten hoe 5 sterren op elkaar bewegen door reageren door de zwaartekracht. Die sterren hebben allemaal een positie in de ruimte. Mm-hmm. Dus ze hebben een x, een y en een z-coördinatie. Ja. Je weet waar ze zitten. Mm-hmm. Ze hebben ook een massa. Je weet hoe zwaar ze zijn. Nou, dan kan ik uitrekenen, als ik hier een klein sterretje heb en op een andere plek zit een zware ster, dan weet ik hoe sterker door die zware ster aan het kleine sterretje wordt getrokken. Dus ik weet wat voor kracht er op. Ja, jij schrijft een formule waarin je zegt, als zwaartekracht is zoveel. De zwaartekrachtwet van Newton. Ja, dus je weet hoe sterker aan die ster wordt getrokken. Als je dat weet, dan weet je hoe sterk die ster wil verschuiven. Nou, dan heeft hij wil een bepaalde snelheid in een bepaalde richting. Dan zeg je, oké, dan doe ik 1 tijdstapje. Van bijvoorbeeld, ik ga uitrekenen hoeveel verplaatst die ster onder invloed van de zwaartekracht in een minuut. Zeg maar wat. En dan staat hij ergens anders. Ja. Na een minuut staat hij op een nieuwe positie. Doe ik voor al die sterren. En ze hebben allemaal invloeden van alle andere sterren ook. Hè? Dus je hebt, hij wordt een beetje in die richting getrokken door die ene ster. Een beetje in die richting door een andere ster. Hij wordt alle kanten op getrokken. Netto komt daar 1 bepaalde snelheidsvector uit. Dan ga je zeggen van gedurende een bepaalde tijdstap ga ik voor al die sterren uitrekenen. Waar zitten ze dan een minuut later? Hebben ze allemaal nieuwe posities? Nou, doe je de berekening nog een keer. Dan hebben ze weer nieuwe posities. En dan zie je hoe ze onder invloed van zwaartekracht. Je doet telkens metingen, die sla je op en die verhoud je tot elkaar. En dan weet je wat versnellingen. Ja, je maakt steeds voor een klein tijdstapje die berekening. Dus dat is een benadering natuurlijk. Want je moet dit tijdstapje natuurlijk eigenlijk microscopisch klein doen. Sure. Maar je doet een benadering en dan zeg je nu hebben ze allemaal een nieuwe positie. Doe ik de berekening nog een keer, zit er weer een nieuwe positie, nog een keer. Trok je Commodore 64 dit een beetje? Of was dat? Ja, kijk, hij kon het. Want wat ik deed was, ik bouwde 2 sterrenstelseltjes die ik voorstelde door allebei ongeveer, ik weet het niet meer precies hoe, maar misschien allebei 50 sterren die daar in een platte schijf zaten. En die anderen deden dat ook. Ik gaf ze allemaal een snelheid zodat ze ronddraaiden. Het was allemaal een benadering. Hè? Mm. En dan wilde ik kijken, hoe gaan die 2 sterrenstelsels op elkaar reageren als ze naar elkaar toe bewegen? Wat gebeurt er als 2 sterrenstelsels? En dan worden sterren alle kanten opgeslingerd en ze worden vervormd. Nou, dan moet hij een paar nachten voor rekenen. En dan maakte hij plaatjes. En dan deed hij dat. En daarna, ja, ik ben er best trots op. Ik was misschien 19 of zo toen dat deed. Daarna dacht ik, nou wil ik het ook 3-dimensionaal zien. Ja. En als je weet hoe dat in de ruimte is, is het ook heel makkelijk om er 2 beeldjes van te maken vanuit een iets verschillend gezichtspunt. En een 3D-brilletje op te zetten. En een filmpje ervan te maken. Dus ik zag die sterrenstelsels zag ik in 3 dimensies met elkaar reageren. Wauw. Ja, te gek.
Maar het sloeg nergens op, want het was natuurlijk lang niet nauwkeurig genoeg om echt een link te hebben met de realiteit. Maar het geeft wel een stukje inzicht in hoe dergelijke simulaties tot stand komen. Want volgens mij vindt veel van ons wetenschappelijk onderzoek momenteel plaats in dit soort simulaties, dit soort veel complexere maar modellen. Wat ik nu beschrijf is alleen maar zwaartekracht. Hè? Ja, dat duidelijk. Is heel simpel. Okay. Maar de echte simulaties die in sterrenkunde nu plaatsvinden voor de evolutie van het heelal, die doen zwaartekracht, maar veel gedetailleerder dan ik dat met mijn Commodore 64 kon. Supercomputers worden ervoor gebruikt, dus dat is veel betrouwbaarder. Maar daarnaast hebben ze te maken met magnetische velden, met elektriciteit, met gasdynamica. Hoe reageren bepaalde gassen op elkaar? Er moet ingeprogrammeerd worden, wat gebeurt er als er ergens sterren ontstaan die ontploffen? Want dan krijg je schokgolven. Heeft ook weer invloed. Al die dingen wordt allemaal gesimuleerd. Dus je kan inderdaad tegenwoordig naar filmpjes op internet zoeken, waarin je de hele evolutie van het heelal ziet, alsof iemand de werkelijkheid in versneld tempo aan je voorbij laat komen. Maar dat is dan een benadering waarvan je hoopt dat het redelijk klopt. Ja, en hoe meer CPU-kracht wij straks kunnen genereren met allerlei nieuwe systemen. Maar wat dus essentieel is met die donkere materie, als je die simulaties doet in een heelal zonder donkere materie en je begint bij de oerknal, je gaat kijken hoe het heelal er nu uitziet, dan krijg je het niet voor elkaar om een heelal te creëren wat klopt met ons huidige heelal. Ja, 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 en als je die simulaties doet met donkere materie en donkere energie trouwens, we hebben het allebei nodig, dan klopt het wel. Juist. Dus het zijn wel de ingrediënten die ons in staat stellen om de evolutie van het heelal te begrijpen. Mm. Alleen we weten niet wat de aard van die ingrediënten is. Dat is het gekke. Ja, maar daar kunnen we hebben al aangetoond. Daar kunnen we, als we daar nog wat langer over nadenken als mensen, we hebben nog wat tijd, komen we vaak wel tot oplossingen voor die zaken. Misschien wel, maar het zou ook dus best kunnen dat dat een hele nieuwe visie vergt. En ja, er zijn wel wetenschappers die daarmee bezig zijn. Hier in Amsterdam zit Erik Verlinder, natuurkundige, niet de eerste, de beste. Nee. Hele slimme jongen. Die heeft zo'n theorie in voorbereiding. Het is een theorie in wording, nog lang niet helemaal uitgewerkt, waarin die inderdaad denkt dat donkere materie niet bestaat en dat zijn theorie ook een alternatieve verklaring geeft voor die donkere energie. Ja. Is dat meteen de oplossing? Nee, nog lang niet. Want hij moet al die pluspunten, al die goals die de donkere materie heeft gescoord de afgelopen decennia, moet hij allemaal op een andere manier zien te verklaren. Nou, dat is geen kleinigheid. Maar misschien gaat het ooit een keer lukken. Oké. Okay. Om dit soort dingen te doen, bijvoorbeeld alleen als een simulatie maken, is een bepaalde kennis van wiskunde en natuurkunde nodig. Vrees van wel, ja. Ja, en dat is bij mij altijd wel een aandachtspuntje geweest. Je spreekt hier iemand die tegen een anderhalf had voor statistiek op de HAO, weet je wel. Ik ben wiskundig niet supergoed. Hoe ben jij daarmee? Nee, echt verschrikkelijk. Nee, ik denk heel talen mensen, denk ik. Ja, ik vind dat heel knap als mensen daar echt heel goed in zijn. Maar wat me bij wiskunde altijd wel een beetje heeft gefascineerd, is de vraag, is 1 en 1 ook 2 op een andere planeet voor een andere entiteit? Uh-huh. Snap je? Dus ik heb 2 handen. En ik denk dat waarom 1, 2 en 10 vingers, waarom ik in een decimaal systeem zit. Ja. Ik denk dat daar een relatie tussen zit. Dus stel ik zou 11 vingers hebben gehad, zou mijn wiskunde er dan ook compleet anders uit hebben gezien? Nou, je haalt nu wel 2 dingen door elkaar. Want dat wij een decimaal stelsel hebben, komt natuurlijk door het feit dat we 10 vingers hebben. Dat is zo klaar als een klontje. Ja. Aan de andere kant hadden wij ook een 12-tallig stelsel waar onze tijdrekening op gebaseerd is. Ja. Hè? 60 minuten in een uur, 12 maanden in een jaar enzovoort. Komt uit de tijd van de Babyloniërs. Dat komt niet omdat ze vroeger 6 vingers in elke hand hadden. Nee, dus, exact. Dus ja, ons 10-tallig stelsel heeft met onze biologie te maken. Maar in een 12-tallig stelsel of in een 358-tallig stelsel of in een pietallig stelsel, weet ik veel, is 1 en 1 ook nog steeds 2. Ja, oké. Okay. Dus de meeste wiskundigen denken wel dat er een soort basis is aan wiskundige waarheden die losstaat van de mens. Dat is mijn echte vraag namelijk. Zeg de meeste. Ja, de meeste. Mijn vraag is, wat denk jij, wordt wiskunde bedacht of ontdekt? Ik denk persoonlijk dat wiskunde ontdekt wordt. Ja, oké. Okay. Okay. Dat denk ik. Ja, dus andere intelligenties zouden diezelfde principes ook ontwaren als ze in het universum sens proberen te maken van wat ze doen. Ja, oké. Okay. Ongeacht je biologische achtergrond zou dat de conclusie zijn. Om maar een hele simpel voorbeeld te geven. Wij weten dat er een verhouding bestaat tussen, als je een planeetbol hebt, tussen de diameter van die planeetbol en zijn oppervlak. Ja. Dat is een wiskundige formule. Daar zit het getal pi in. Ik weet niet precies wat het op. Nou ja. Een andere intelligentie woont ook op een planeet. Dat is ook een bol. Er zal toch daar ook sprake zijn van een soort besef van hoe ver het, wat de afstand is van de ene kant van die bol naar de andere. Ja. En hoeveel vierkante meter of hoe je het ook noemt. Dus het kan niet anders of zij moeten ook dat getal pi
En het kan eigenlijk ook niet anders als je erover nadenkt. Want stel, ik kom in mijn ruimteschip bij een planeet waar een andere beschaving zit, die een ander wiskundemodel zou hebben. Mijn versnelling verandert niet ineens spontaan omdat zij een andere interpretatie van wiskunde hebben. Die blijft hetzelfde. Dus ik denk persoonlijk dat een heleboel basisdingen van de wiskunde ontdekt worden. Dat dat een fundamentele realiteit is. Een abstractie dat wel, maar een abstracte realiteit die losstaat van ons mensen. Hmm. Maar er zijn dus ook wetenschappers die zeggen, nee hoor, wiskunde is gewoon een uitvinding van menselijke geest en dat is helemaal blijkbaar kun je dat volhouden. Ja, ik vind het iets mysterieus hebben. Het feit dat wiskunde ontdekt kan worden. Ja, dat is het ook. Het raakt namelijk ook aan een heel groot vraagstuk in de. Dat vind ik ook zo fascinerend. Ik schrijf het boek over donkere materie en ik spreek al die wetenschappers en die denken allemaal, jongens, als we een beetje ons best doen, gaan we dit ook oplossen, want uiteindelijk gaan wij snappen hoe het heelal in elkaar zit. En dan heb ik twee grote dingen die mij bezighouden. De eerste is, en dat houdt een heleboel mensen bezig hoor, ik ben er totaal niet uniek in. Ik heb de vraag natuurlijk ook weer van anderen meegekregen. De eerste is van, waarom is het heelal eigenlijk begrijpbaar? Wie vertelt de natuur dat die zo in elkaar moet zitten, dat wij als onderdeel van die kosmos dat zouden moeten snappen? Ja. Dat weet niemand eigenlijk. De tweede vraag is, als wij als Homo sapiens gewoon een van de talloze biologische soorten op deze planeet die er geweest zijn en die nog zullen komen. Wij zijn ook maar gewoon. Waarom zouden wij nou net uitgerekend degene zijn die in staat zijn om de kosmos helemaal te begrijpen? We verwachten ook niet van een egel dat hij de kwantumfysica begrijpt. Of van een goudvis dat hij de relativiteitstheorie snapt. Dus ik denk wat dat betreft dat ons begrip van het heelal, maar dat is natuurkunde, dat is geen wiskunde, dat is ons begrip van het heelal, dat heel erg bepaald is door hoe wij biologisch in elkaar zitten. Wij kunnen het heelal alleen maar op zo'n manier begrijpen wat wij met ons brein aankunnen. En dan heb ik het niet per se over een beperking, maar die is er denk ik ook. Tuurlijk. Maar ook over een manier van benaderen. En het kan niet anders of onze manier van het heelal benaderen wordt begrensd door de zintuigen, vermogens van onze hersenen. Ja, dat lijkt me. Dus ik ben helemaal niet van overtuigd, zoals heel veel wetenschappers denken, dat wij uiteindelijk misschien in staat zijn om de kosmos helemaal te begrijpen. Waarom zouden we? Sowieso is het alleen maar onze manier van begrijpen. En bovendien, hoezo is deze 1300 gram grijze massa in staat om een kosmos van 40 miljard lichtjaar groot en 14 miljard lichtjaar jaren oud, om dat helemaal te duiden. Ja, nou, ik denk dat we het onszelf wijs kunnen maken, omdat we op dit moment de enige zijn waarvan we weten dat ze het kunnen. En dat maakt ons nog even speciaal. Ja, dat is waar. Dus zodra we iets hebben gezien dat het ook kan, dan zal dat ontnuchteren, denk ik. Maar tot die tijd is de illusie dat we alles kunnen uitvissen ongecheckt. Want dat blijf ik tegelijkertijd. We zijn apen met smartphones, maar als je kijkt naar de concepten die we kunnen uitpuzzelen en waarvan we kunnen snappen dat we ze niet kunnen uitpuzzelen, maar dat is op zich ook knap, hè? Het feit dat als wij als primaat kunnen zien dat kwantummechanica een manier van denken met zich meebrengt waar onze hersenen voor gemaakt zijn. Dus we zullen het nooit helemaal snappen, maar dat snappen we. Ja. Dus daar kunnen we omheen werken. Ja, dus we snappen niet wat er in de black box gebeurt, maar wat er aan de achterkant uitkomt heeft waarde. Dus prima, die processtap slaan we dan maar even over. Ja. Dus we kunnen wel de waarde eruit ontginnen. Ja. Blijf mij fascineren. Ja, kwantummechanica is helemaal. Daar begrijp ik dus niks van, maar ik verkeer een goed gezelschap. Ja, ik geloof dat. Mij, dus. Ik weet niet meer wie dat zei, die beroemde quote van: als je denkt de kwantummechanica te begrijpen, dan begrijp je het niet. Ja. Dat is iets heel fascinerends, want dat gaat zo tegen je gewone intuïtie in. Kijk hoe het kosmos in elkaar zit. Dan moet je met grote getallen leren te werken en zo. Of dan moet je aan wennen. Maar verder is het idee van sterrenstelsels, sterren en planeten en gaswolken is heel simpel. Ja. Dat kunnen wij allemaal aan. Maar die kwantumfysica, dat is zoiets raars. En wat dat nog doet, is er een wat ik er intimiderend aan vind, is het de factor aan complexiteit die je toevoegt aan het verhaal. Ja. Dus gewoon een universum. Ik denk dat ik het kan handelen of zo. Maar zodra we in multiversa en branching realities moeten gaan denken, die zelfs ook de andere kant op kunnen lopen en zo, en dan that's not compute. Ja. That's not compute. En dat is dus ook heel raar, want dan ik voel helemaal met je mee, want ik heb bij al dat soort dingen ook de idee, sorry hoor, dat gaat me te ver. Ja. Zo gek kan de realiteit niet in elkaar zitten. Dit is te imbeciel. Tegelijkertijd zei ik net, en dat denk ik ook, waarom zou die realiteit zo in elkaar moeten zitten dat wij niet Homo sapiens dat kunnen begrijpen? Dus misschien. Ja, wie zei het ook alweer? The universe is under no obligation to make sense. Precies, dat is het.
Wat vind jij van, je noemt het in je boek de kosmische ketters. En daarom schrijf je de pseudowetenschappen waar buitenaardse wezens de piramides hebben. Tenminste, dat haal je even aan. Dat er zijn pseudowetenschappen die beweren dat piramides gebouwd zijn door buitenaardse civilisaties en zo. Is ook zo. Tegenwoordig heb je daar gewoon een soort Netflix voor. Dat heet Gaia. Als je op social media ziet, dan zie je dat. Wat vind jij daarvan? Van die theorie over de piramides? Ja, of van kosmologische ketters? Nou, maar ook als je kijkt naar de Maya-geschiedenis en dat soort dingen. En die afbeeldingen zie je van die spaceships en ruimtemannetjes. Wel fascinerend, weet je wel. Erik van Denik, hè? Ja, de achterhaalde jongensboeken romantiek is dat. Ja? Ja, echt. Vind ik jammer. Ja, is ook jammer. Ja, dat snap ik helemaal. Ik heb die boeken ook allemaal gelezen vroeger. Ik vond het ook allemaal fascinerend. En weet je wat er gebeurt namelijk bij die dingen van de Maya en van de piramides? Het is een terugkerend iets. Altijd bij die. Het is echt pseudowetenschap. Wat er altijd gebeurt is het volgende. Er is iets waar we weinig van weten. Mm-hmm. We weten weinig van de Maya's. We weten niet waarom ze die tekening hebben gemaakt. We weten weinig van de Egypten. Dus er is iets met heel veel onzekerheid. Komen we misschien ook niet zo snel achter. Oké, dat is één gegeven. Dan is er ook nog iets wat je met een idee uit de hoge hoed tovert als zomaar iets verzonnen. Namelijk, er bestaan buitenaardse intelligenties die de aarde hebben bezocht. Er is geen enkele aanwijzing voor, maar dat kun je poneren. Dat is een idee. Mm-hmm. Nou, het is. En daar heb je alle vrijheid in om dat zo in te vullen als jij wil. Hè? Want er zijn geen randvoorwaarden. Jij mag bedenken hoe die aliens zich voortbewegen, wat ze allemaal wel en niet konden. Als jij iets hebt wat je zelf kan bedenken, namelijk die aliens, en je hebt iets waarvan je weinig weet, dan is het heel makkelijk om daar een samenhangend verhaal van te maken. Lukt altijd. Ja, en dat doen die auteurs. Ja. En ze kunnen goed schrijven. En ze nemen je stap voor stap mee. En je denkt naar het, oh, wauw, en dat ook. Ja, daar weten we niks van. En dat kan je allemaal verzinnen zoals je wil. Ja. Logisch dat dat lukt. Ja. Dus dat is een beetje... Ja, enige kanttekening die ik erbij wel plaats is, die wel enige legitimiteit lijkt te hebben, is, want ik ken waren de grote kosmonauten en al die boeken van Erik van Däniken ook. Staat een paar dingen in die zijn waren al zo oud. Ja, is heel oud, maar er is een hele stroming. Steeds mensen die daarmee History beginnen. Channel, er is een meme. Er is een gast met een heel erg geëxplodeerd kapsel. Die zegt zo, aliens. Het is altijd aliens. Ja, ja, ja. Maar bijvoorbeeld de Babylonische urns, waarbij ze kruiken vinden met een koperen ding en er ijzer in. En als je daar daadwerkelijk een dadel over uitknijpt, dan krijg je stroming, weet je wel. Dus er zijn wel degelijk een aantal van die innovaties waarvan je denkt, oké, dat is op zijn minst technologisch verder gevorderd dan je zou hebben gedacht. Ja. Alleen die worden dan gebruikt. Laat dat op zich dan heel bijzonder zijn. Het feit dat ze een soort gloeilamp hadden in het oude Egypte. Maar dat, ik denk, als aliens waren geweest, dan hadden ze zaklampen gehad. En dat zou een heel primitief ding, weet je wel. Maar nou doe je hetzelfde. Je zegt, als aliens waren geweest, hadden ze zaklampen gehad. Jij verzint gewoon hoe jouw aliens zouden... Tuurlijk. Dus je kan alles verklaren met het idee dat er... Ik zit trouwens meer in dat kader aan de kant van Graham Hancock. Licht? Ja, maar daar zit ik ook. Naar het, ik bedoel, ik heb dat boek hier volgens mij staan. Fingerprints of the Gods. Ja, wat vind je daarvan? Dat het wel mogelijk is dat de narrative die we nu hebben over onze agrarische revolutie 20.000 jaar geleden en dat dat dan de bakermat van beschaving is geweest. Er zijn een aantal van die excavaties, zoals Göbekli Tepe, en die zijn dan 120.000 jaar oud. En zo. Dus dat suggereert dan een andere narrative van onze menselijke geschiedenis als het gaat om beschaving. Ja, daarvan denk ik, als het er ligt, dan ligt het er, snap je? Dus je kan die ruïnes ook niet negeren. Ik denk in dat opzicht. Kijk, elk narratief over de ontwikkeling van de menselijke beschaving is natuurlijk per definitie te simpel. Ja. Dingen zijn altijd ingewikkelder dan het simpele verhaal. Nou ja, dat ga je ontdekken. Hoe meer je ergens over ontdekt, hoe meer je dingen vindt die... Dat is met die donkere materie precies hetzelfde. We hadden een simpel verhaal over het heelal. Hé, maar dat klopt niet helemaal, dat klopt niet helemaal. Mm-hmm. Dus het verhaal blijkt veel ingewikkelder. En kom er maar eens achter. Maar dan moet je eigenlijk, en dat doen serieuze wetenschappers gelukkig wel, dan moet je zeggen, wauw, interessant wat we hier zien. We snappen nog niet precies hoe dit zit. We moeten daar verder onderzoek naar doen. En dan moet je niet gaan zeggen, oh, interessant wat we hier zien. We denken dat het misschien, en dan met 5 verzonnen verhalen komen, en dan bevestiging gaan proberen te vinden voor jouw verzinsels. En dan wordt het pseudowetenschap. Ja, helder verhaal. Wieg, hoeveel tijd hebben we nog? Ik weet niet hoe lang hoeveel tijd we hebben. Oh, oké, nou te gek. Anderhalf uur nu. Anderhalf uur. Dan hebben we nog wel ruimte voor een aantal vragen. Eentje die ik er nog heb is als het gaat over de blik naar voren. Dus de toekomst. Je schetst in je boek een aantal fantastische tools die de komende tijd beschikken komen. Waaronder Euclid. De Euclid. Ik weet niet. Euclid. Euclid. Het is natuurlijk genoemd naar Euclides, de Griekse meetkundige. Geometrist. Ja. 2022 komt dat ding live. Ja. En die gaat natuurlijk dingen meten. Ja. En die gaat misschien licht werpen op dingen waar we hopen wat over te leren. Ja, dat hoop ik. Wat zijn de constateringen die we hopen dat dat ding
bloot gaat leggen? Nou, wat Euclid is een soort Hubble-telescoop, maar dan voor de hele sterrenhemel. De Hubble Space Telescope die heeft prachtige opnames gemaakt, maar altijd van piepkleine stukjes. Die heeft lang niet de hele sterrenhemel in kaart gebracht. Euclid gaat dat doen, die heeft een grotere beeldhoek. En die gaat, nou ook niet de hele sterrenhemel, maar wel een derde ervan of zoiets. Op een verschrikkelijk groot gebied gaat hij in detail in beeld brengen. Zodat je al die, en dat gaat om honderden miljoenen, miljarden sterrenstelsels, allemaal heel gedetailleerd kunt zien. Je ziet dat die sterrenstelsels allemaal een bepaalde vorm hebben. En je ziet ook, kun je bij de Hubble ook zien, alleen in die kleine gebiedjes. Mm. Euclid doet dat over een groot, veel groter deel. Je ziet dat die sterrenstelsels allemaal een klein beetje misvormd zijn. Hoe komt dat? Omdat het licht van die sterrenstelsels afgebogen wordt tijdens zijn reis naar de aarde door zwaartekrachtvelden waar die langskomt. Mm. Zwaartekrachtlenswerking heet dat met een ingewikkeld woord. Nou, Euclid gaat die hele zwaartekrachtverdeling in het heelal in kaart brengen. Driedimensionaal. Ook met wat op grotere afstanden. Kijk je ook verder terug in de tijd. Oh, ja. Dus we gaan helemaal zien hoe de materie, of in ieder geval de zwaartekracht, geconcentreerd is, verdeeld is in de kosmos. En ook hoe dat geëvolueerd is in de loop van de tijd. En voor de donkere materie is dat interessant. Want ja, de donkere materie die buigt dat licht ook af. En donkere materie is volgens de standaard opvattingen is dominant. Er is veel meer donkere materie dan gewone. Dus je kan eigenlijk met een kleine benadering zeggen dat er alleen maar donkere materie is. Dat klopt wel in grove lijnen. Dus eigenlijk als je die zwaartekrachtlenswerking in kaart brengt, weet je hoe de donkere materie in het heelal is verdeeld. Ah, en dan kun je potentieel dingen leren over wat die structuur... Over de evolutie van de kosmos, over de eigenschap, grootschalige eigenschap, maar niet over de ware aard. We gaan dat met Euclid niet ontdekken. Zijn dat nou die microscopische zwarte gaatjes uit de oerknal? Of zijn het mysterieuze deeltjes? En zelfs helaas niet die spannende mogelijkheid. Of is er misschien helemaal geen donkere materie en moeten we onze ideeën over zwaartekracht bijstellen? Yeah. Dus ik weet niet of het een revolutie teweeg gaat brengen. Het gaat wel een heleboel... En wat natuurlijk altijd gebeurt als je met een gevoelige telescoop zoveel dingen gaat meten. Ga je allemaal dingen ontdekken waarvan ze nu nog niet in het voorstel hebben kunnen zetten dat ze dat ook gaan. Ja. Gaat deze telescoop ook in staat zijn om, ik geloof, is dat als je de kleur van een ster meet die en de planeten die er langs heen gaan, is dat spectrografie? Ja. Kan deze ook spectrografie? Nee, niet op de manier wat jij nu bedoelt. Dat die opvolger van de Hubble die over een paar weken gelanceerd wordt, de James Webb Space Telescope, ja, die gaat dat wel doen. Ah, top. En er is heel kort geleden in de Verenigde Staten ook een nieuw rapport gekomen met aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling in het ruimteonderzoek. En dan staan ze een soort super Hubble, staat er ook nog in de toekomst gepland, maar dat gaat nog een tijdje duren. Die kunnen dat wel doen en die kunnen van individuele sterren, kunnen ze het licht heel nauwkeurig analyseren. En als er rond die ster een planeet draait en als die planeet van ons uit gezien af en toe voor die ster langs gaat, dan schijnt er een piepklein beetje van het licht van de ster door de dampkring van de planeet. En dat kun je meten in het licht. Juist. En kun je erachter komen wat er in die atmosfeer zit. Dus dat is een heel ander soort meting. Daar heb je een heel andere apparatuur voor nodig. Euclid kijkt echt alleen maar naar die kosmologische vraagstukken. En niet naar. Maar ik wil je wel zeggen dat die James Webb-telescoop die binnenkort live gaat, die gaat dat wel kunnen. Dus ook daar mogen we binnenkort het nodige en verwachten. Ja, dat is veel meer een multipurpose-telescoop. Die op een heleboel verschillende gebieden doorbraken gaat. En het is ontzettend spannend. De lancering staat nu gepland voor 22 december. Het is het duurste instrument wat ooit de ruimte in wordt geschoten. Het hele project heeft miljarden dollars gekost. En hij moet uiteindelijk toch op zo'n Ariane-raket, Europese raket, worden voor gebruikt. Zet de vuurpijl maar aan en schiet er maar de lucht in. Het moet wel allemaal goed werken. En dan als hij eenmaal gelanceerd is, moeten de zonnepanelen uitklappen, de spiegel moet uitklappen, het zonnescherm moet uitklappen. Allemaal hele kwetsbare technologie. Je kan er niet meer bij. Hmm. Dus het wordt een paar weken lang nagelbijten. Hmm. Ah, tegelijkertijd, wij laten Marsrovers aan een parachute landen op een planeet. Dat is, maar we hebben ook heel vaak Marslandertjes gehad die gecrashed zijn. Dat hebben ze niet erbij verteld. Nee, maar ik snap helemaal wat je zegt. Dat is super precair natuurlijk, super kostbaar ook. Daar heb ik nog wel een vraag over. Want ik ben science fiction fan. Ik vind technologische ontwikkeling richting space travel vind ik eigenlijk mankind's birthright. Zo van dat zouden we moeten doen. Maar ik kan me ook het sentiment wel voorstellen dat als je zo even om je heen kijkt, die denken, oh, dan gaan we weer een paar miljard aan uitgeven. Ja. Hebben we hier niks op te lossen, zeg maar. Ja. Waarom is het toch de moeite waard? Waarom is dat toch te rechtvaardigen?
Ja, daar kun je op verschillende manieren op antwoorden. Het hele pragmatische antwoord is, de Verenigde Staten en Europa zijn allemaal democratieën, dus blijkbaar wil de bevolking dat. Anders hadden ze regeringen gekozen die hier geen geld aan uitgeven. Dat is de hele, hele simpel. En het is niet zo gek dat we dat allemaal willen, want iedereen heeft die basisbelangstelling, die fascinatie en we willen weten, we willen de wereld beter begrijpen. Is dat echt zo? Als ik naar mijn gemiddelde Nederlandse medeburger denk, kan ik dat niet helemaal duiden. Ja. Ik geloof niet dat er een Nederlander stemt op een partij of in Amerika, of omdat ze investeren in ruimte. Niet daarom, maar goed. Nee. Nou goed, maar dat even een zijsprong, sorry. Wat ik een veel beter argument vind, is, er is nog een pragmatische reden. Ik krijg die vraag natuurlijk heel vaak. Hè. Dan heb je het over een nieuwe telescoop, kost zoveel 100 miljoen, ja, of zoveel miljard. En dan zeggen ze, ja, hè, wij hebben hier op aarde hebben we dit en dat, en dan moeten we die problemen niet oplossen. Nog los van het feit dat als je alleen maar altijd het belangrijkste doet wat er bestaat, doe je uiteindelijk maar één ding. Dat wil niemand. Dus het is altijd een kwestie van prioriteiten afwegen. Dat sowieso. Maar los daarvan, mijn antwoord op die vraag van goh, honger in de wereld en ziekte en dood en ellende, moeten we daar niet... Als wij als westerse beschaving, noem ik het dan maar even, westerse maatschappij, als wij de afgelopen paar honderd jaar niet constant geïnvesteerd hadden in fundamenteel onderzoek en wetenschap, dan hadden we nu niet eens geweten dat er honger in de wereld was. Dan hadden we er niet in staat geweest om er iets aan te doen. Oh zo, ja. Wij hebben, neem die hele coronapandemie en de ontwikkeling van vaccins. Had nooit mogelijk geweest als we niet constant waren blijven investeren in technologisch en wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingen. Dus je hebt het nodig om ook de problemen op de wereld op te lossen. Waar gelukkig dus ook heel veel geld naartoe gaat en heel hard aan wordt gewerkt. Ja. En nog los daarvan, en dan komt een beetje een filosofische inslaghoek. Het idee dat wij beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en wat onze plaats daarin is, is uiteindelijk een verbetering van ons zelfbeeld. Mm-hmm. Ik denk dat dat echt waar is. Als je kijkt naar een paar voorbeelden die ik graag daarvoor aanhaal, is de Copernicaanse revolutie. Daarvoor dachten we allemaal de aarde, middelpunt van het heelal, de rest doet er eigenlijk niet toe, draait om ons heen. Wij zitten hier. Copernicus en zijn navolgelingen, want het eilde nog een tijdje na. We weten nu, die aarde is een heel klein bolletje, een van de talloze in de uithoek van het melkwegstelsel. En toevallig is het daar zomaar ontstaan. Wat heeft dat ertoe geleid? Dat wij de aarde zijn gaan zien voor wat het is, namelijk een kwetsbare planeet die geen gegeven is, hè, waar wij zorgzaam mee om moeten gaan. Mm-hmm. Neem Darwin, de evolutietheorie en de revolutie die dat teweeg heeft gebracht. Heeft daartoe geleid dat wij ons langzaam maar zeker zijn gaan beseffen dat wij een van de kleine onderdeeltjes zijn in die hele evolutieboom van het leven op aarde. Waardoor wij anders en beter zijn gaan aankijken naar onze neefjes, nichtjes, vriendjes en broertjes in het plantenrijk, dierenrijk, mensenrijk enzovoort. Dat zijn toch wel verbeteringen in onze manier van naar onszelf kijken en in de wereld staan. Ja, snap ik. En door onze plek in het universum beter te begrijpen, zul je dus ook daar je positie als mens beter snappen. Maar denk je dan dat een verandering in ons gedrag netto teweeg zal brengen? Uiteindelijk wel. Neem bijvoorbeeld hoe wij... We zijn geen supermensen, dus er gaat heel veel fout in deze wereld. Laat ik dat beginnen te zeggen. Want iedereen begint er altijd met tegenvoorbeelden. Mm-hmm. Maar in principe vinden wij nu dat we goed met dieren moeten omgaan. Ja. We hebben de bio-industrie, maar er is heel veel protest tegen de bio-industrie. Daar begint het mee. En ik denk dat er over 50 jaar is er de bio-industrie niet mobiel meer. Er zit een verbetering in. Ja. In de manier waarop wij daarmee omgaan. Dat was vroeger ondenkbaar, want dieren waren dingen. Daar kon je mee doen wat je wil. Hoe komt dat? Omdat we weten dat we zelf ook een dier zijn. Ja. En we weten dat er dieren zijn die dichter bij ons staan en die wat verder... En dat leidt dus tot een beter manier van omgaan met de wereld. Snap ik. Ja, nee, dat begrijp ik helemaal. Dus je plek daar beter in begrijpen. Dan heb ik een leuk gedachte-experiment voor je. Gewoon even vanuit je rol. Iedereen denkt graag na over buitenaards leven. Tenminste, als het gaat om de sterren. En dat zing ik wel in ieder geval. Fantastisch concept. Wat is jouw wat-als scenario? Stel, ik heb altijd beweerd, het beste wat bij ons kan overkomen is dat we erachter komen, Alpha Centauri, wonen mensen. Of er woont iets wat op ons lijkt. Ongeveer even ver, zeg maar. Ja. Wat denk jij dat er gebeurt op het moment dat wij erachter komen? Het leek deze zomer even op, hè? De Verenigde Staten wilde een beetje afleiding creëren. Hey, aliens zijn echt, jongens. Weet je wel. Wat zou er gebeuren, denk jij, als morgen op het nieuws naar buiten komt, hey, contact. We hebben nu echt iets onomstotelijks intelligents gevonden. We weten niet wat het is, maar het is er. 100% zeker. Het zijn signalen. We halen wiskunde uit de signalen. De pi wordt iteratief naar ons toegestuurd met een laser. Ja.
Oké, nu dat is redelijk duidelijk, toch? Ja, precies. Wat denk je dat dat zou betekenen voor onze maatschappij? Mayhem. Ik vrees op korte termijn niet zoveel. Ja. Dat is natuurlijk voorpagina nieuws in de kranten, een paar dagen. Het staat in de tijdschriften, talkshows. En na een maand zijn we weer druk bezig met fileprobleem en de hypotheekrente. Want dat is, en dan suddert dat nog een beetje door. Dus ik denk op korte termijn dat niet zo verschrikkelijk... Nog los van het feit dat 60% van de wereldbevolking is er al van overtuigd, hè, dat het bestaat. Dus die zullen alleen maar zeggen, oh ja, wist ik al. Dus dat is ook nog iets. Ja, oké. Dat is ontastbaar. Maar op termijn, en dan moet je echt praten over misschien niet eens decennia, maar eeuwen. Op termijn gaat dat onze blik op onszelf veranderen. Net zoals bij Copernicus dat gebeurd is. De manier waarop wij naar onze aarde kijken als onderdeel van het totaal en niet meer zien... En net zoals we dat met de Darwin-evolutie, en die is nog veel korter geleden, daar is het nog steeds niet helemaal doorgesijpeld. Nee. Op termijn sijpelt dat door in ons collectieve bewustzijn. Mm. En het feit dat we dan weten dat wij gewoon een van de talloze intelligente beschavingen in zullen zijn, als we dat zouden ontdekken, dat is nog helemaal onzeker, dat gaat uiteindelijk iets van invloed hebben op de manier waarop we naar onszelf kijken. En ik denk, omdat het namelijk dan de werkelijkheid is, dat een beter begrip van de werkelijkheid alleen maar kan leiden tot een verbetering van de manier waarop je naar jezelf kijkt. Cool. Daar ben ik positief en optimistisch genoeg voor. Oké, interessant. Dan in datzelfde gedachte-experiment voor jullie allebei een vervolgvraag. Stel je voor, je bent de president van de wereld en je krijgt de vraag voorgelegd. Gaan we een berichtje terugsturen, ja of nee? Nou ja. Zou je dat doen, Wigert? Nou, daar heeft volgens mij heeft Darwin daar een heel mooi, mooie uitspraak. Hawking heeft daar een uitspraak over, hè, dat als je iets vindt wat technologisch geavanceerder is dan jij, dan is het misschien niet handig om die wakker te maken. Hawking zei dat, ja. Ja, dat soort natuurlijke hiërarchie, dat iets wat intelligenter is of technologisch geavanceerder, dat gaat je waarschijnlijk opeten of vernietigen. Of, Ja. Zeg meer over jezelf, hè? Over je eigen zelfbeeld. Want dat is alleen maar invullen. Dan denk je, ja, wij mensen zitten zo in elkaar. Dus zullen die dat. Dus dat, ik denk dat... Ja. Ik denk, natuurlijk ga je een boodschap terugsturen. Ja. Namelijk, als je het niet doet en ze zouden veel intelligenter zijn, komen ze op een andere manier wel actie bestaan. Hè, dat is niet zo ingewikkeld. Wij staan ook al op het punt om mogelijk buitenaards leven op te sporen. Ja. Dus het heeft helemaal geen zin om daar... We sturen trouwens al onbedoeld voortdurend radiogolven eruit. Ja. Dus doe het dan maar een beetje met een boodschap. Ja. Dat houdt trouwens wel op een gegeven moment op, hè? Altijd doen. Ja, dat houdt wel op, ja. Maar wat ik wel fascinerend vind, dat is Joe Rogan, die had laatst nog een keer een foto gepost van een soort vis die 500 meter diep in de zee... Want daar weten we ook allemaal niet wat daar leeft. Nee. En dat hij ook zei van... Stel nou dat er een astronaut terug zou komen met een selfie met dit beest. Zo van, dit hangt in de ruimte. Dan zou het voorpagina nieuws zijn. Terwijl het leeft gewoon onder in de zee. Ja, we weten het niet. Tuurlijk, weet je. Tuurlijk. En niemand, nobody gives a shit. Gaan verder met files en hypotheken en dat soort dingen. Ja, is toch wel, ja. Ik denk als het pas recht, als in de films voor ons staat... En het heeft enge tanden en het gaat ons aanvallen, dan... Ik hoop een beetje op de laatste science fiction film die ik daar zag, was Valerian. Dat is, ja, daar hebben we een groot ruimteschip om de aarde heen hangen. En daar komen dan de eerste aliens. Mm-hmm. En die blijken gewoon die willen handelen. En dan komen er nog meer. En op een gegeven moment zit je in een soort intergalactisch netwerk. Oh, sorry. Gaat die nog goed? Ik denk het wel. Ik hoop het. Sorry, die fles water staat in de weg. Ja, ook dat nog. Hij heeft het nog zo gezegd. Oh, sorry, man. Nou ja, goed. Nee, dus jij zegt ja, wel degelijk een berichtje terug naar iets dergelijks. Ja, ja, ik neig ook ergens wel die kant op. Maar wat denk jij dat als je nadenkt over buitenaardswezen, dan je bent ongetwijfeld bekend met de Fermi-paradox. Volgens mij de vorige keer ook wel even kort over gehad. Denk het wel, ja. Ja, wat is jouw mogelijke oplossing voor de... Waarom denk jij dat we ze nog niet gevonden hebben? Nou, je moet in ieder geval concluderen dat het feit dat wij nog steeds nooit echt overtuigende bewijzen hebben gevonden voor het bestaan van buitenaardse intelligenties, betekent dat ze niet verschrikkelijk veel voorkomen. Het is niet zo dat elke planeet in ons zonnestelsel of elke planeet in het al wemelt van de aliens. Nee. Dus de Fermi-paradox, was die natuurkundige, die zei van waar is iedereen? Waar zijn ze? Wat eigenlijk een manier was om te zeggen, hoe komt het dat we nog nooit bezoek hebben gehad als het... een andere manier om die te duiden is gewoon zeggen, blijkbaar is... intelligent, wat wij dan zo beschrijven, hè, een technologisch ontwikkeld leven, is blijkbaar betrekkelijk zeldzaam.
Anders waren ze hier wel geweest. Ja. Wat wil dat zeggen? Ja, ik denk, maar dat is mijn eigen persoonlijke visie, dat wij een veel te hoge pet op hebben over onze toevallige eigenschappen die ons onderscheiden van een heleboel andere dieren op deze planeet. En dat is bij ons namelijk toevallig het feit dat het brein van ons zo verder ontwikkeld is en dat wij schroefjes en moertjes in elkaar kunnen draaien. Dat onderscheidt ons van egels en sprinkhanen. De enige reden daarvan is dat we dit kunnen. Misschien deze vinger voor de video's. Maar dat zijn dus de eigenschappen die ons onderscheiden. En die vinden we zo belangrijk dat we het heel raar vinden dat we die niet ergens anders ook in grote aantallen tegenkomen. Ja. Moet je nou eens voorstellen dat jij. Het is een voorbeeld dat ik vaak gebruik. En veel mensen vinden het een gek verhaal. Maar moet je nou eens voorstellen dat je een pauw bent. En je hebt zo'n prachtige verenstaart. Mm. Dat onderscheidt je van alle andere diersoorten. En dan ga je denken, heel raar dat we nog nergens in het heelal pauwen hebben ontdekt. Dat die nou niet overal ook geëvolueerd zijn. Het is gewoon één dingetje in die volstrekt onvoorspelbare evolutie van het leven. En natuurlijk als het ergens anders ook met micro-organismen begint, gebeuren er ook allemaal onvoorspelbare dingen. Maar niet precies dezelfde dingen als hier. Mm-hmm. En ik denk dat dat voor intelligentie en technologie ook geldt. Het is gewoon blijkbaar heel erg onwaarschijnlijk dat zich dat op een andere plek op precies zo'n vergelijkbare manier haalt. Misschien ben ik nu wat, hoe zeg je dat? Homo sapiencentrisch of zo? Ja, dat denk ik. Ja, dat denk ik wel. Maar is het toch niet. Is toch super evident dat als je kijkt naar wat mensen doen en je kijkt naar wat onze vriend de pauw doet. Daar zitten een paar leaps tussen. Ja, nogal. En ik denk dat het. We weten ook niet hoe die leaps zijn ontstaan. Nee. Of ze noodzakelijk waren, of het ook anders had gekund. Of weten we allemaal niet. Nee. Het is ook zo dat gedurende een paar miljard jaar biologische evolutie zijn al die leaps allemaal niet plaatsgevonden. Pas sinds een oogwenk is er toevallig iets waardoor wij opeens kunnen nadenken over. Maar is het niet veilig te zeggen dat zodra. En dan komen we even terug op waar we het er straks over hadden met wiskunde. Mm-hmm. Ik denk dat als iets in staat is om wiskunde te ontdekken, dat er iets bijzonders aan de hand is. Ik vind het ook wel bijzonder. Maar het betekent niet dat het heel vaak voorkomt. Nee, oké. Nee, onvermijdelijk was. Maar mensen die zeggen van ja, maar mensen zijn natuurlijk ook maar dieren. En zo bijzonder is dat kunstje van wat wij kunnen, is niet. Dan denk ik, nou, dat doen we onszelf een beetje tekort misschien. Ja, nee, dat ben ik wel met je eens. Er is een sprake van een grote leap. Zeker. Dat vind ik ook. Dat is trouwens iets waar ik met een heleboel mensen op dat vakgebied ook wel eens over heb gediscussieerd. Die vinden dat allemaal dan weer niet. Want dat hoor je niet te zeggen. Maar ik vind dat wel. Er is een groot verschil. De vraag is hoe noodzakelijk, hoe onvermijdelijk is het ontstaan van dat verschil? Als je zegt, ja, nee, het kan niet anders als er ergens evolutie is, dat steeds intelligenter en technologisch wordt. Dan denk je, oh, en waarom is het dan op aarde 4 miljard jaar, nee, ik overdrijf, 3,5 miljard jaar niet gebeurd en nu pas wel. Op een heel raar, dat is heel raar. Een paar miljoen jaar geleden had niemand die naar het leven op aarde keek, had het idee van, oh, ze zijn er bijna, hoor. Er komt intelligentie en taal en wiskunde en technologie. Nee, helemaal niet. Niets wees daarop. Het is misschien een rare aberratie. En misschien, maar ook van korte duur. Want we hadden het er eerder over. Hoe kwetsbaar zijn wij niet geworden? Ja. Een van de oplossingen voor de Fermi-paradox. Niemand redt het ver genoeg om Star Traveler te worden. Dat zou ook nog eens kunnen. Mm. Maar het zou heel tragisch zijn. Wat is er nog? Ik weet niet. Ja, dat zou jou niet tragisch lijken als de mensheid zich uitdooft. Ja, dat gebeurt sowieso. Ja, dat is en wij houden eerder op te bestaan dan de krokodil. Want die is al een paar honderd miljoen jaar betrekkelijk evolutionair onveranderd. Extreem aangepast aan zijn omgeving. Doet geen gekke dingen. Is veel minder kwetsbaar. Homo sapiens is veel eerder van het toneel verdwenen dan een heleboel andere diersoorten. Maar onze grote vriend de krokodil kan niet in een ruimteschip stappen om naar een ander planeet te verhuizen. Of naar een ander zonnestelsel eventueel straks. Nee, dat klopt. Nee. En daarmee zou ons. Kijk, is het dan zo gek, zo naïef van mij om te hopen op een toekomst zoals de laatste vraag omschrijft, waarbij mensen middels technologie onze planeet weten te ontsnappen. Ontsnappen is misschien eens het juiste woord, maar ons uit. Zoals ik al zei, ik heb altijd het gevoel dat het zo natuurlijk is dat de mensen uiteindelijk naar de sterren gaan. En dat is misschien gevoed door alle science fiction die dat ik heb gezien. Dat denk ik wel een beetje, ja. Maar ik zou het echt super logisch vinden. Het voelt ook bijna, zeg maar, want het sluit aan bij alles wat het ik mensen. Het is gewoon een mens van jou, dat is het denk ik. Nou, ik denk het, maar zie je het ook niet terug. Heb jij in dat mensen? Ook, dat je dat logisch vindt of nastrevenswaardig? Ik zou heel graag dat we het gewoon hier willen oplossen. Ja. En de natuur laten. Maar dat is ook wel weer gek, want de natuur naar natuur laten. Het feit dat ik hier met een laptop zit, is ook de natuur. Ja. Net zoals dat een mierenkolonie een kolonie bouwt. Dus misschien is het wel de volgende stap. Misschien is het wel die vlinder die in één keer
of de rups die ontpopt en naar de ruimte vliegt. Hè? Zijn wij ja, misschien. En AI dus, voor mij is dan de meme. Ja. Dus moeder natuur had een AI nodig. Mensen zaten ertussen, zeg maar. Dus wij zijn hier om de AI aan te zwengelen. Nee, maar ik vind het aansluiten bij... Kijk, als ik kijk naar menselijke geschiedenis, hè, wat doen wij? Wij brengen dingen om ons heen in kaart. Mm-hmm. Dus de aardkloot hebben we in kaart gebracht. Ja. Toen gingen we naar boven kijken. Toen gingen we naar beneden kijken. Ja. It's what we do. Mm-hmm. Dus als, zodra wij een grens bereiken of een heuvel, dan willen we hem beklimmen. Ja. En ik denk dat die overtuiging daar een beetje vandaan komt. Een stukje patroonherkenning op menselijk gedrag. We kunnen niet anders. Ik bedoel, Elon wil naar Mars. Hebben we Mars straks. En we kunnen straks... Zie ik ook voorlopig niet gebeuren, hoor. Nee, het zal technologisch... Zeker niet op grote schaal. Weet je, kijk nou eens naar de aarde. Misschien heb ik dit vorige keer ook wel genoemd, want het is een beetje een stokpaardje voor mij. Maar het hele idee van wonen op een andere planeet, het slaat echt als... Nergens op, laat ik het netjes zeggen. Ik wou bijna zeggen, slaat als kut op Dirk. Maar, maar kan op een varken was het toch? Oh ja, maar... weet je, wij wonen op een planeet, hè? Wij kunnen op aarde kunnen we overal wonen waar we willen. Mm-hmm. In een koud klimaat bouw je een warmer huis. In een warm klimaat zet je een zonneparasol op. Waarom denk je dat er nooit permanente steden gebouwd zijn op de geografische Zuidpool? Ja, waarom woont er niemand op de top van de Mount Everest? Waarom is er geen stad op de bodem van de Marianentrog? Dat zijn allemaal paradijzen vergeleken met Mars. Echt, serieus. Mm-hmm. Ja. Inwendigen van een actieve vulkaan. Kunnen we technologisch misschien best een... Maar geen mens gaat dat doen. Waarom zou je? Waarom wil je in vredesnaam op een andere planeet wonen? Ik weet het niet, maar er zijn mensen die dat willen. Ik zou zelf nooit naar Mars verhuizen. Laten we dat voorop stellen. Want ik ben heel erg gehecht aan deze aardkloot. En ruimtereizen lijkt me heel ongemakkelijk. En ik moet ook niet in een tent in de Himalaya al te lang zitten. Want dan wil ik ook graag naar huis. Dus ik snap het ergens wel. Maar toch zijn er mensen die zetten de wagentjes nu al neer. En die zitten er echt over na te denken om daar iets te gaan doen. En het zal technologisch een uitdaging zijn. En misschien zien wij het in onze generatie niet gebeuren. Maar ik denk dat er wel een keer mensen naar Mars gaan. Net zoals nu astronauten naar het ruimtestation gaan. Kijk, dat ruimtestation is gewoon afgesloten, geheel zelfvoorzienend. Als je er af en toe voorraden naartoe brengt. Dat kun je ook integraal op Mars neerzetten. En dan kun je daar naartoe en dan kun je daar ook... Ja, kan best. Ja. Maar het is geen pretje. Niemand gaat daar uiteindelijk... En niemand op zo'n planeet waar helemaal niks is. Hè, wat gewoon... zeggen van nou gaan we daar de rest van de mensheid voortzetten. Ik weet niet of het voortzetten. Je hebt misschien hebt hoe extreem en bizar de kosmos is. En dan hebben we het alleen nog maar over die paar bolletjes. Kijk, Pluto is al veel te ver. Kun je een menselijke reis voorlopig niet naartoe. Nee. En dan hebben mensen het over de sterren en het hele heelal. Ja. Met generaties schepen, de kosmos koloniseren. Warp drives. Er is recentelijk een warp bubble gemaakt, begreep ik. Uiteindelijk is het ze gelukt. Maar nee, ik snap het. En ik snap dat de technologie echt heel wat voet in de aarde heeft. En dat daar een stukje naïviteit in zit, is 100% waar. Toch blijft het fascinerend. Ja, het blijft wel fascinerend. Ik kan het niet laten. Hey, één ding nog die ik even met je wil bespreken in dit laatste kader. Vond ik een hele mooie afsluiter van je boek. Namelijk... misschien is dat iets om nog hier wel even gelet op waar we net even hadden bij stil te staan. De toekomst is geen geschenk. Het is een prestatie. Ja. En wetenschap geeft nooit op. Ja. Die over de toekomst is een quote van Kennedy, geloof ik. Hè? De toekomst is geen geschenk, maar het is een prestatie. En dat is wel een mooie. Met andere woorden, je maakt hem zelf. Daar moet je moeite voor doen. En dat is wel waar. En als het gaat over wetenschap geeft nooit op... Dat is denk ik wat sluit een beetje aan bij die ideeën over die Maya en de Egyptenaren. Ja. Dan geef je het op. Als je zegt van, hey, we zien hier iets wat we niet snappen. Oh, het zullen wel aliens geweest zijn hier. En we kunnen zelf bedenken hoe die er dan uitzagen, wat ze hebben gedaan. Dan geef je het op. Mm-hmm. Dan zeg je, dat is net zoals zeggen van, oh, God heeft alles geschapen in het heelal. Dan geef je het op. En wetenschap geeft nooit op. Die zegt van, we zien hier iets wat we niet snappen. Maar we zullen daar achter komen. En we geven niet op voordat we dat kunnen begrijpen. En voordat we daar... Okay. En wat is wat jou betreft de relatie tussen die twee uitspraken? Misschien voor mij is de relatie wel dat de houding nooit opgeven... Dat leidt tot de beste prestatie. En als de toekomst geen geschenk is, maar een prestatie, dan bereik je die door te gaan en door niet op te geven. Ah, zo ja. Ik interpreteerde hem als wetenschap geeft nooit op. Met andere woorden, door wetenschap zullen wij die toekomst, die prestatie van een toekomst neerzetten. Dus door waarheidsbevinding, goed logisch zuiver nadenken, zullen we die toekomst daadwerkelijk voor onszelf weten waar te maken. Want wetenschap geeft ons in dat opzicht de inzichten die we nodig hebben om moeilijke problemen te navigeren.
Dat weet ik niet. Of ik dat ook zo... Ik ben ook wel een techno-optimist. Ik geloof wel dat we dankzij onze kennis en ook onze wetenschappen, techniek, dat we het leven voor alle mensen op aarde in principe aan het verbeteren zijn. Ja. En het gaat met ups en downs, het gaat heel traag. En dat weet ik allemaal. Maar in grote lijnen zit er vooruitgang in. Maar of dat uiteindelijk... Ik kan nooit een oplossing voor alles geven. Over wat ik eerder zei, over 800 miljoen jaar is de zon zo groot dat de oceanen verdampen. Ja, gaat de wetenschap geen oplossing voor bieden. Nee, en jij ziet ons en als er morgen een komeet ontdekt wordt die op de aarde afstevend, hebben wij nu nog niet de mogelijkheden om daar iets aan te doen. En, ja, okay. Dus we zijn ook wel overgeleverd aan die grillige kosmos. En dat vind ik ook wel mooi. Heeft ook wel iets poëtisch. Ja. Mag ik nog een hele... Dat boggelt mijn mind een beetje. Toen wij andere Kuipers hier hadden, toen kregen we in de YouTube comments, waar je sowieso nooit moet kijken, kregen we heel veel mensen die... ik had André gevraagd over, heb je wel eens training gehad over de interactie met aliens? En zo. Mm-hmm. Zei, nou ja, het is gewoon nooit bewezen dat het er is, dus het is ook niet nodig geweest. En dan waren er heel veel mensen, ja, maar André is een acteur. En toen kwam snel dat de wereld plat is. Dus wat is de makkelijkste ontkrachting, want ik kijk er wel eens van die filmpjes naar op YouTube en dan zie ik van die filmpjes over met landkaarten en vliegtuigen met afstanden. En dan denk ik, ja, als je het zo uitlegt, dan klopt dit. Maar volgens mij klopt dit niet, weet je wel. Wat is de meest makkelijke ontkrachting dat de aarde niet plat is? Wat zeg je tegen de mensen... Asking for a friend. Wat zeg je tegen mensen die de aarde plat vinden voor deze theorie? Oh, ik ben opgehouden om aan te schrijven met die mensen in discussie te gaan. Ja, dat hoeft ook niet. Maar wat zou het gewoon het simpelste zijn waarom dat niet klopt? GPS. Nou, natuurkunde. Ja. Ja. Het kan gewoon helemaal niet. Ik bedoel, als je een beetje... Ja, nee, het is niet alleen zo van... We kunnen meten en zien en opmeten dat de aarde een bol is. Maar het kan ook niet anders. Pure natuurkunde. Wat ik zou het eerder om willen draaien. Als mensen alsmaar zeggen... Ja, nee, maar dit en maar zus en maar zo. En het zou toch... dan zeg ik van... Oké, als je op basis van jouw platte aardemodel... Want het is een bepaald model. Als jij het voor elkaar krijgt om... de volgende totale zonsverduistering tot op de seconde nauwkeurig te voorspellen, wanneer en waar wij die kunnen zien, dan ga ik het serieus zeggen. Het is gewoon een volslagen imbeciel idee, wat helemaal geen voorspellende waarde, invullende waarde heeft. Dus nou krijg ik nu ook allemaal slechte comments. Oh ja, nee, ik nodig de mensen uit om hier om te reageren. Ongetwijfeld, ja. Maar laat ze maar komen, want ik zit in jouw hoek. Ja, dat wij, ik ook. Nee, ik denk echt dat het simpele is gewoon natuurkunde. Een platte aarde zou onder zijn eigen gewicht meteen de bolvorm gaan aannemen, omdat materie graag zo dicht mogelijk bij elkaar wil. Ja. Als ik twee handen sneeuw buiten verzamelen. Ik wil die zo klein mogelijk maken. Dan krijg je een bal. Ja. Dat is het kleinste wat je kan. En wat wil zwaartekracht? Ja. En ik geloof niet dat de platte aarde mensen zeggen dat zwaartekracht niet bestaat. Ik hoop het niet, maar zwaartekracht is er. Die wil dat alle materie zo dicht mogelijk bij elkaar gaat. Nou, wat gebeurt er dus met een pannenkoek? Dat wordt een bolletje. Ja. Dus als er een god was die een platte aarde had gemaakt ergens, en zo van hier hebben we een aarde zo groot als onze aarde, is helemaal plat, en dan zijn handen ervan aftrekt, dan zegt de natuurkunde, flip, en dan is het een bol. Dat is interessant. En zo is het ook gebeurd, want wij wonen ook op een bol. Ja, in een simulatie, toch? We zitten stiekem in zijn Commodore 64-programma. Ja, zijn dat gesprekken die... Kunnen wij in een simulatie wonen? Dat zijn, want hooggeleerde mensen zeggen hier toch wel van... Ja, dat die kans is aannemelijk. Het nare hiervan is, is dat wetenschappers... Wetenschappers weten nooit iets zeker, hè? Nee. Er zijn heel veel mensen die zeggen, oh, die wetenschappers doen allemaal... Maar de wetenschappers zijn de grootste twijfelaars. Die zeggen alleen maar, we denken dat het zo is. We proberen daar ondersteunende aanwijzingen voor te vinden. Dan beginnen we er steeds meer in te geloven. Maar als we een bewijs zien voor het tegendeel, dan gooien we onze theorie in de prullenbak. En dat vinden we niet erg. Ja. En dan gaan we... Dus wetenschappers zijn de grootste twijfelaars, als het goed is. Het zijn ook mensen, dus... Maar dat is zo. Dat betekent ook dat ze... Dat een serieuze wetenschapper zal niet zo snel zeggen dat iets 100% zeker niet het geval kan zijn. Mm-hmm. Van die platte aarde wel, want dat weten we wel zeker. Mm-hmm. Dat is net als dat ik weet dat als ik dit koffiekopje loslaat, dat ik zeker weet dat het niet blijft zweven. Ja. Kijk maar. Ja. Dus die platte aarde, dat weten we zeker. Een flesje. Dat niet zo is. Maar van die simulatie, ja, dan zijn er natuurlijk ook allemaal van die nerds, want het zijn allemaal nerds in die wetenschappers, die zeggen ja, je kan het niet 100% uitsluiten natuurlijk. Maar dat betekent niet dat het een voor de hand liggende logische... ik vind het eigenlijk een onderwerp voor
filosoferen met een glas wijn onder de sterren helemaal voor je tent in Zuid-Frankrijk in de zomervakantie. Ja. En dan is het heel erg leuk. Ja. Maar het, eigenlijk denk ik, ja, het is net als met die piramide. Het is jongensboekenromantiek. Ja. We vinden het allemaal leuk om daarover te filosoferen. Maar en ik vind het ook leuk om erover te filosoferen. Dan denk ik ook, als onze hele kosmos een simulatie is van een raar hyperdimensionaal wezentje, wat dat op zijn hobbycomputer heeft zitten doen. Wat gebeurt er als zijn moeder zegt, de computer uit, want we gaan eten. Ja, ja. Ja, dan zijn wij plotseling allemaal verdwenen. Ja, ik vind het... Ja, het was ook wat statistisch gegoochel, geloof ik. Wie was het ook weer? Bostrom, volgens mij? Oh ja. Die zei namelijk, want als je kijkt naar het universum, is er een kans dat er hogere beschavingen zijn. En als je een hogere beschaving bent, is de kans groot dat je simulaties runt. En er is maar één echte werkelijkheid. Maar als je duizenden werkelijkheden zou kunnen simuleren, dan is de kans dus ineens statistisch gezien dat je niet in de werkelijkheid zit. Is het grootst. Ja. Ja, daar heb ik wel eens een avondje over zitten nadenken. Maar volgens mij is dat ook een beetje goochelen met logica. Ik vind het goochelen met logica. Ja. Interessant en leuk, maar ik vrees dat het heel weinig met de realiteit te maken heeft. Ja, snap ik. Oké. Dan sluiten we hem af bij deze. Veel over donkere materie gehad, maar ook over allerlei andere interessante dingen die toch de gedachte lekker bezig houden. Nou laat ik het dan zo zeggen. Mensen die dit gesprek leuk vinden en hiervan rode oortjes krijgen, die gaan ook heel veel plezier beleven aan mijn boek. Dat denk ik wel. Dat denk ik ook. Zeker. Want dat behandelt dan maar misschien een heleboel onderwerpen niet waar we het hier over hadden. Maar wel een van de grootste raadsels uit sterrenkunde. En wat mij betreft deed je zelf tekort toen je zei dat het in dat opzicht misschien te moeilijk was. Want ik vind het, ik zei het al over met de vergelijking van Bill Bryson, ik vind het benaderbaar. Je hebt het heel toegankelijk gebracht in dat opzicht, terwijl dit de moeilijkste onderwerpen zijn momenteel in de moderne wetenschap. Dus dat vond ik zeer knap. Nou, mooi. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Mensen, tot de volgende keer. Tot over 3 jaar weer. Ja, wie weet. Doei. Doei.